Ja, hallo. Koos Jaten, ben jij daar wel? Ik ben daar wel. Oh, en wie is er nog meer? Ik weet ik niet. Wie? Is iemand die niet uit Groningen komt? Nee, we hebben een internationale gast, dames en heren. Mensen in de chat, wie zou het kunnen zijn, onze gast van deze avond? Klaas-Jan Kruger die zegt in ieder geval goeiedag. En Martijn Ardon zegt ook hoi. Wolfman die denkt Guido. Gerry Pegel. Mooi, hey Muus. Wie? Guido Blokkie. Guido, zeggen ze. Goeiedag, hey Muus en Koosje Jatten. Marcel A. Groningen zegt Blok. Daggerwin. Nee, dat was wel iets bijzonders best. Rico Verhoeven, Daggerwin, hihi, goeiedag, hey Muus, mooi. Lars uit Zweden, kan ook. Uit nou, Zweden. Wat denkst, Koos? Zal hem de biet trekken? Ja, trek hem er een biet toe. Nou, Mr. X, laat u zich even horen. Yo, goedenavond. Goedenavond. Wat is de eerste letter van jouw voornaam? De T. De G. En de tweede? Is een I. En de derde? Is een D. En de vierde? Is een O. Nee toch? Is het toch werkelijk? Is Guido! Yo! Dames en heren, Guido Koning is onze gast van deze avond. Ja, ja. Guido, goeiedag in, jongen. Ja, goedendag, Ko. Guido en ik hadden al een tijdje geleden alleen maar gesprekje hadden. Hij zei, wat zal een keer fantastisch weten om een keer mee te doen. En ik zei, diezelfde gedachten hebben wij allemaal. Dus, bij deze, Guido Koning, welkom. Dankjewel dat ik mee mag doen. Geen dank, jongen. Het is geheel wederzijds. Zwaar verdiend, heet dat. Ja, letterlijk. Zwaar verdiend nog wel. Ja, letterlijk. Letterlijk en figuurlijk zeker. Danielle Lunig zegt Guido Koning, dat klopt. Zet even een keer een piraatje op, zegt Robert. Nee, doen we niet. Doen we niet, hè? Hé, muus en piraat. Nee, daar heb ik niks aan. Ja, de glansmod. Heb ik zulke hoge resoluties met de stream, jongens? Verdikker, de vorige keer was het ook al met de Wolfman. Zag je ook in de glansmod wat wie het was. Maar degene die goed oplette, het is Guido Koning, dames en heren. De enige echte. Ja. En Guido Koning komt uit Noord-Holland, dus wij gaan gewoon platproden als hij ons niet meer volgen kan, hold op, hè? Ja, dat houdt op. Ja. Maar wat gaan we doen allemaal? Wat gaan we niet doen? Nou, Ko en ik hebben afgelopen week, vanaf de stream tot nu, niet op de map geweest. Nee, klopt. Zo druk. Allerlei andere dingen te doen. Dus, ik ben hier helemaal sproeien. Wat wij doen op dit moment is, veld 11, 12 en 13 zit vol met blab, 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 blab. Toe, go. Bladlaminaat, juist. En veld 28 en val en daar ook. We kennen 43 maisaxel. Met de? Nou? Axelora. Ja, man. En de Noorst Meriden met de? Sliloge Wong. Dat zal nee. Heel goed mogelijk zijn. En we kennen 14 vol blabben met vaste stroom. Aha. Dat was mijn idee. Als eerste dat maar even te doen. Maar 14 is nog niet compleet geoogst. Door is, dan we dat eerst hebben. Ja, door is de heer Koning alleen met een haar. Ja, dat kan nog een koop bijna aangezet worden. Ja. Tussen redelijkheid, hey. Jij bent er ook weer bij. Ja, er staat in de donatie staat de grote verhuizing. Emus gaat verhuizen, dames en heren. Ik ga verhuizen. Naar het kippenhok. Ja. Nee, jongens, ik ga van de komen naar de keuken. Ze wil me hier niet met hem. Ik moet hier weg. Ik wil hier weg. Nee, ik ga naar de keuken, jongens. Ik heb maar meer ruimte. En dan kan ik ietsje meer uitbouwen. Maar ik heb nogal wat touw staan om hier instaan. Intussen, dus...
Zo doen we. Dus. Ziet ze Dux daar, die zegt al, Kobe waskuster. Nou, Cody had het drak, hè? Cody is wel in de buurt geweest, die moest hem wat startnummers wegbrengen. En zodoende was ik nog even een jibbega. Oh, een jibbega? Jibbega stond op paard. Jibbega. Zoiets. Moet ik nog even mijn overloadwolkje? Ja, doe ik even. Overlaat wagen. Overlaat wagen. Ja. Patrick Riede. Goedenavond. Ik hol die mug gewoon weer op. Jij vindt er niks aan alleen zo. En met die snubbelstoortie. Heb ik de endgame geluid te hard? Volgens mij wel. Nou, Emmits, je moet hem wel eerst legen, want er zit gerst in. Zijn met tarwe bezig. Ah, poep Chinees. Nou, goed dat je meekijkt, we kunnen hem met je helpen. Ik heb je op het grootscherm staan, links van me. Ja, precies. Goedenavond, goedenavond, wie is de gast? Ik kom er net bij. De heer Guido Koning, dames en heren. Ja, daar ben ik weer. Ja. Ken ik dat hier ook niet in dumpen, zeker? Nee, dat denk ik nooit, nee. Hè? Ach, kill. GamerNL, je moet nog een stuk aan huis bouwen door Jong Game Room. Door Jong Game Room, ja, dat ken ook. Goeiedag, hoe is het even met u? Joep, Spit, helemaal goed? Ik wil, met hoeveel ben ik aan het kieken, jongen, met de camera, maar ik wil gelijk even met een vraag in de chat beginnen. Ik had die vraag ook al op Facebook gesteld. Maar die vroeg hem ook al eens eerder gesteld, Pochat. Ja. Wie komt er 3 juni aanstaande op Trek en Trek niet zo heil? Nou, Emus, ik kom zeggen. Guido die komt. Guido die komt. Ja. Frankie. Nou jongens, in de chat. Zeg even. Yes! Oh, Mr. Wolfman. Let op. Oh nee, dat was ook doen. Mr. Wolfman die doneert 1,77 euro en die zegt, ik heb weer zin in een muziekje. Ik heb lang in de ouders heen. Oh, de boel. Dank u. Oh, ik heb dat geluid nog steeds pittig hard staan. Dat is wel genieten, zeg maar. Hey, Ridder on Tour. Wacht eens even, Ridder on Tour. Wacht eens even, ik ga jou even wat veranderen. Haven. Ridder, je mag wel gewoon inloggen als Ridder on Tour. Je bent nu ook moderator, ja? Goed? Mijn grote vriend. Wacht even. Ik kom zeker. Frans komt. Harry Malda die komt. Dennis Heel, misschien ik. Sintse die komt. Ja, Gerwin die zegt ik met Gerry Pekel. Goeiedag, hem. Kiek. En ik, zegt Gerry natuurlijk. Sintse Dirk, ik kom co inplogen. Zegt Sintse Dirkstra. Meinde zegt ik. Hé, hey, Ralf Koenen die zegt, mooi even, hoe is het met je? Ik was even leuk dat je erbij was vanmiddag. Ja, hij was ook even met zijn YouTube-channel aan het livestreamen, MTS Beko. En ja, ik heb even meegekeken. Zag er leuk uit. Met zijn neefje Dinan, toch? Erik Leegte helaas niet, trekker in tweeën in de poot in tweeën. Erik Leegte. Ja, Erik Leegte was hij met ziekenhuiswerst, die arme jongen. Oké. Dat was hem jammer. Ja. Ik kwam op Facebook even voorbij, zeg maar. Oké. Gaat! Wacht even! Mr. Frankie Roelof! Gaat! Woehoehoe! Gaat! Woehoehoe! Oh nee, dat was op onderhoek. Frankie Roelof doneert 10 euro en hij zegt, wat een herrie, nou maar op onderhoek. Fantastisch. Hey Guido. Ja? Waar is die andere kamer? Aan de andere kant. Oh, is die al vol of leeg? Die heb ik net geleegd. Oh, dan heb ik hier niks te doen, zeg maar.
Ik ken wel een foto. Ja, die vrachtwagen die kan geleegd worden, die zit vol. Oh, oh, riep me door ermee en dan ging ik door. Ah, wist je wat Mr. Wolfman zegt? Nee. Ik kom als toen night comes. Ah, dat is niet leuk, hè? Is de wolf een beetje rebels? De wolf is een beetje dwars. Nou, maar zeker. Maar de wolf die komt, wat er gebeurt. Ja, zo is. Mr. Wolfman. Oh, anders hoort me maar op. Kijk, meneer Ridder on Tour, dat is gewoon Patrick Ridder, dames en heren. Maar hij is nou gewoon als zijn YouTube-kanaal moderator bij Amy's Farming. Hada! Oh, kijk, Reinier en Judith Flux zegt, ik kom ook. Neem je vader en moeder ook even mee? Zo gezellig even. Ik kom, zeggen ze. Even ja, zegt Erik Papma. Oh, niet al te lang? Zeg eens gaars. Komt-ie. Nee? Even maar. Hey, Eemu, zegt Jacco Dwarshuis. Goeiedag, Eem. Thijs Toner, Eemu, je spraakvolume is laag. Ik dacht, ik zeg er even. Ja? Is het zo? Nou dan. Soms wel, soms niet, maar dan lig ik er een beetje te ver vanaf. Oh, Wolf een beetje te lang in de ouders heet. Daarom zegt hij dat. Jammer, hè? Nou, neem hem ook een vrij van Wolf mee. Lossen. Cobra NL, goeiedag, Eem, Jelle Stuur. Hey, Eemu en Co, ik ben er weer bij. Hoor. Goeiedag, Eem. Wagoe. Jazeker. Peter, kan je de BTN JCB-shovel in de beschrijving zetten? De heer Guido Koning, mag dat? De JCB? Ja, die van jou. Jo, waarom niet? Nou, bij deze ga ik dat doen. Dat mag. Helemaal goed. Oh, mijn vader komt sowieso, zegt Reinier en Judith Flux. Dat is dus Reinier. Kijk, kijk, kijk. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal goed. Hallo? Helemaal goed. Ja. Ja hoor. Ja hoor. Goeiedag, Eemus en Koos. Ja, hoe is het? Zegt Ramon Oosterveld. Helemaal goed, joh. Helemaal goed. Hallo, gauw doen. Het is eerlijk hoor. Ko en ik ben, nou ja, en nou is Guido erbij. Maar eigenlijk sinds vorige week pas weer een beetje serieus weer. Nou, op de map Don Diego. Go ja, drug, hè? Ja, bent small drug. Yo, Eemu, mooi streamke weer. Mooi werk, zegt Matthijs de Zeeuw. Dankjewel, jongen. Heb je ook MotoGP gezien? Wat een einde. Nee, niet gezien. Maar nu weer. Ik hoop toch wel dat mijn Vavo Rossi won. Dat weet ik niet. Eemu, denk je ooit nog 24 uur livestream te doen? Nee. Oh, misschien ooit als ik in één keer helemaal gek ben, dan misschien. Klaas Hofstede, de komt gewoon wel op 3 juni aanstaan, meneer. Als op die dag van de fun wel weer op de school werd, want dan ben ik dan al in de buurt. Peter zelf, ga je die tent ook nog modereren? Ja, er komen airstrips op, een Groningen vlag. En er komt een wimpel op. Met Amy's Farming erop. Ja, ja. Zeker weten. En er komen adstrips van t-shirts en petjes in de tent. Die kun je niet pakken, die moet je... die moet je... Dat weet ik niet. Ik heb er niks op mijn bedenken. Even, ik heb mijn sleutelbeen gekroken. Dat zal wel gebroken zijn, denk ik. Maar, oh, dat is niet leuk. Het is de redelijkheid, ja, neem die paar maar een metje om. Doe dat maar dan. Dat moet je zelf weten inderdaad, ja. Hij vroeg er een beetje van, moet dat? Dat hoeft niet. Rossi in de laatste ronde gevallen, Co. Jammer, Rossi is ook mijn favoriet. Oh. Oeh, jammer. Oei. Lars te Wierink zegt, mooi, ben ik weer een. Ben ik weer, Eemus en Kosjaar. En Guido Koning, hè. Niet vergeten. Jouw hoor. Hij leerde dat. Ja. Hij was straks de eerste Noord-Hollander die gewoon Gronings kan proberen doen. Zo is. Iso. Ja, zou ik wel willen, ja. Ik taal. Daarom kijk ik ook altijd naar jullie, omdat gewoon die Groningse taal, dat vind ik gewoon zo mooi. Ja. Dat is de reden dat ik ook altijd alles doe. En kijk. Nou, helemaal goed. Stefan Rivera, die zegt trouwens wel even van, yo, Eemu, zal ik even subscriben? Nou,
Dat zou zeer attent zijn. Zijn er nog unsubscribers erbij die er nog even op kunnen drukken? Want we zitten bijna op 8600, dames en heren. Goeiedag. Ja, nog 5 stuks en dan hebben we 8600 abonnees. Jeetje. Ja, ik zweer het je. Gaat gewoon de goede kant op. Kun jij dat zeggen, Guido? Nou, maar zal wel doen. Nee, dat lukt niet. Nou, probeer. Ja, gewoon probeer, jong. Ik heb dat schuld. Nou, moet ze opholen doen. Ja, keurig. Voor het beginner is het is gewoon 8. Gewoon 8 hier. Toen ik zo old was, kon ik dat naar 9. ik kan daar niet komen. Geen gevoel daarheen. Ja. Klaar. Zit Guido Koning bij de kachel? Dat denk ik. Nee, hij zit bij de airco. Bij de airco. Ja, de airco staat aan hier, hoor. Dat is wel nodig. Het is hier nu 28 graden boven. Oh. Jeetje. Hoi, Jill. Hoi. Hoi daar. Ja. En het is gewoon een... En ik heb hier de deur dicht door, maar het is mij hier te cold. Ik zweer het niet. Het is hier gewoon een schuin dak en geen goede isolatie. Dus ja, dat warmte gaat warm. Er zo heen. En dan blijft erin hangen. Ja. Ja. Thijs Thunder die vraagt zich af waarom een stream bij Ebenmuus toch altijd zo gezellig is. Nou, dat vroeg ik me ook wel eens af. Maar dat komt door de hele club, jongens. Dat komt door. Dat doen we met z'n allen. Dat komt de dat komt de gast, dat komt door Ebenmuus en dat komt door iedereen die kijkt en leuke opmerkingen heeft. Zo is het. Ja, hoor. En mocht er een gekkigheid tussen zitten, dan is het altijd Mr. Boomer. Hallo. Ja. Ja, hoor. Zal ik de hulde om? Ja, daar zeg ik. En dan Guido naar jou was, hè? Is dat waar? Guido? Ja, hoor. Ja, daar. Ja, hoor. Ja, daar. Ja, hoor. Ja, daar. Ja, daar. Ja, hoor. Ja, hoor. Oh, dat hol ik heel lang vol, hè? Ja, dat zal wel, ja. Okay. Nee. ProGamersNL die zegt, hey Muus, ik ben nu Green River aan het spelen. Had de map echt onderschat. Ja, dat is een mooi mapje, hè? Wat ik mooi vind aan de map is de omgeving. Maar al die extra producten en toestanden zitten er niet in. Dat vind ik wel jammer. Maar we gaan straks ook nog even een rondje bier doen en mail doen. Zometeen even met de Wolfman Scania. Ja, 86. Nee, ziet niet 86. Ik dacht ik net even. Nog 2, nog 3. Het zakt weer. Ja, ze zijn ermee aan het spelen. Niet leuk! Ah, weer een minder. Even kijk hier op die vraag: wat houdt de grote verhuizing in, Muus? Oh, de grote verhuizing betekent: ik ga verhuizen, dames en heren. Mijn hele kakje gaat naar de keuken. Ik zit in de kamer, maar ik moet naar de keuken. En we hebben al heel wat moois zien waar we aan de muur gaan spieken. Nou, waar dan? Nou, van dat hele mooie, dikwandige, steigerhouten balken, zeg maar. Moois, nooit. Ja. Het stuurtje moet gewoon extra grote klemmen hebben, maar dat wil er niet aan toe. Nee, maar dat vind ik bij hem ook net een keukentool gekocht. En die heeft dat ook. Oké. Ja, hij moet nog komen, maar... Hij is hem wel kocht door, zeg maar. Ik heb hem kopen nog. Ja, hoor. Sint Katuin, goeiedag, heem jou. Ebenmuus Expeditie Grun heeft de full pool gehaald met de bus. Oh, wat grappig. Arjen Paulus maar zegt, alleen een man met klein geslacht bezit een Scania V8. Oké. Heb je hem niet altijd in de macht, bestuur dan een Scania V8. Kan ook, hè? Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Giet hem, hè? Ja. Ja hoor. Ja hoor. Och, nou staat Guido hier alweer. Ik stond iedereen maar waarin paard. Wat ga ik doen? Zal ik alvast even mijn stroomlogens vullen? Met mijn hele mooie Cytec sidepanel. Wat ga je doen dan? Doe ik even. Ja, of wil je doen? Nee, dat mag jij wel doen. Cyril Day die zegt
Ik weet nog dat je zei dat je ging stoppen met roken bij de 10k subs. Dat is nog steeds de bedoeling. Dat is nog steeds de bedoeling. Hoewel je het ook gewoon niet doet, dan heeft hij gewoon een probleem met mij, hè? Klopt, hè? Ja, klopt. Jongens, ik heb de SciTech SciPanel. Dit gaat nu super vloeien. Worden die stroomboom. Wordt die andere stroomboom? Ja, dan weet ik niet waar die heen gegaan is. Die ECB. Daar heb ik nooit hard doel. Hè? Dit is het vol natuurlijk. Ja, die, dat is de Guido nou weer. Oh, Guido. Oh! Ik weet hoe dat komt. Oh, Guido is hem schoonmaak. Hey, hij stond hier. Nee, ik denk dat het komt omdat ik uitgestapt ben. Dat hij er vandoor gesjeest is. Oh! Oh! Matthijs is heel emus. Kan je de link van de JCB Fasttrack 8000 in de beschrijving zetten? Ja, dat is ook een goeie. Jeroen, ben jij er al inmiddels? De Emu's site is geüpdate, dames en heren. Daar staan nu niet alleen losse download soundjes beschikbaar, maar ook de mods. Dat is emusapp.jimbo.com of iets dergelijks. Maar als Jeroen er is, ja, die zet hem er wel even in. Jongens, in de nieuwe site van Emu's, ik heb een eigen site. Nou, eigenlijk is die van Jeroen, hè. Maar door met kun je ook mods downloaden. Dus klik die link maar even aan. Jeroen zal hem tussen nu en 3 seconden wel even spammen. Ik ga even met de JCB even strand erin. Ja. Zou maar even doen. Kijk hier. Dan heeft Jeroen helemaal in de chat staan. Bekijk de nieuwe geüpdate website van Emu's van... Oeh! Warm mee. Mooi, Emu. Gaat weer mooi, zegt Leonard Zwerver. Goeiedag, Emu. Jazeker. Dan doe ik even de GPS aan, jongens. Ja, nou. Maar dan maar even netjes. Hey, wie is hier al aan het siden west? Dat weet ik niet. Of vaak niet. Oh, die heb ik aanzet door voor mij. Dan moet eerst rond op, ja. Oh, poep. Dan moet je onderplaugd worden, doe. Doe die condor aan, uit. Hoi, kiel. Ja, ik ben eerst... Ik ben een ei. Ik ben even die condor aan, ik kan hem. Eerst die condor uit, hè. Met de beest ook nog wel. Goeiedag, Emu's, zegt Mike Emming. Goeiedag, Emu. Oh, dus ik ben erin. Hey. Is hem nog? Ja. Hij is er nou al zat van. Ja. Zet alles uit. Hey, Emu's, waar is de water tank? Oh, hier zo. Even kijken. Ja. Want ik moet hem naar de... Ik ben wegbrengen en ik denk, nou, wie zwaar, dan neem ik ook even op follow me, even een vrachtje water met. Klopt, hè? Klopt, hè? Wanneer pakt hij die trigger? Oh, uitvouwen we daar. Oh, hier. Geweldig. Zo, even een poel bereden. Even de... Cruise control aan. Ik moet even wennen aan de SciTech panel, jongens. Chat. Emu's, hoe oud ben je? Dat wil ik niet zeggen. Dat zie je, als je mij persoonlijk ziet, denk je van, jeetje, wat een jonge kerel. 3 juni aanstaande trek niet zelf. Ja? Sttn.eu voor meer informatie. Emu's, wat is atletiek op de Paralympics? 100 meter rapkrukken. Is dat nou? Ik lees ook alles verder, dat ken je, hè? Ik ben al gestopt met rook. Weet je waar je aan gebindt? Weet waar begin. Je aan je begint, ja. Ja, maar ik wil het heel groot, jongens. Emu's leuke stream zegt... Geneva en Empire. Nee, dat zeg ik even mooi. Geneva en Empire. Mooi, hè?
Ja, 8601 subscriber, dames en heren. Rimmer de Vries, waar is Nizijl? Ja, dat ligt tussen Groningen en Leeuwarden. Ik denk een beetje halverwege. Ja, check even sttn.eu. Er zit een routebeschrijving, alles is erbij. Zo, dat was een rokershoesje. Hé, ik hoor mezelf weer, Guido, denk ik. Nee, nou niet meer. Hielke Mari zegt, leuk wensje mij de 8600 abonnees. Dankjewel. Goedenavond, zegt Rens Grote Beverborg. Goeiedag, maar no. Gewoon Groningsbrood. Dat doen we al heel dit, ja. Jawel. Welke sound is mooi? Die van een MB-trekker of van een 55? Van die MB, jongens. Ik vind die van die MB fantastisch. Echt fantastisch. Mois night. Ja. Maar dan was je ook wel, Koos, ja. Ja, dat weet ik wel, ja, doe. Waar moest ik heen met die Brit? Ik zou staan. Ja. Groen liften. Ruben Hoekse maar zegt, goeiedag, heb ik even zinkels, ja. Wie is dat fun movie, zegt Ko? Nee. Guido? Hm? Wie is dat fun movie, zegt? Nee. Gaas! Oh. Dat zei hij. Gaas geven. Jas geven. Je zult gas geven. Potjam, dus die zegt. Even kijken hoeveel dumpjes hebben we, jongens. Zullen we even een dumpje doen straks? Even zien, doen we er 200 likes? Ja, dat ben we nog niet, dus dat doen we daar. 200 likes dumpjes, wat voor dumpje rondje doen we, Guido? geen idee. Oh, ik heb een goeie. En ik dan? Hoezo? Zullen we die dumpje doen? Zullen we die en ik dan doen? Dat heb ik al een tijd niet meer gehoord. Nee, dat klopt. Ik heb hem even in een doofpot gestopt. Ja, dat dacht ik al. Vandaar dat ik hem opnoem. Ik was de eerste die hem opkwam, in ieder geval. Nou, dan gaan we straks de 200 likes en ik daar een rondje doen. Oeh, slip. Ik dacht dat je kwakje zei, maar je zei kakje. Wat is dat nou? Hey, Ko, best. Ik ben er ook onderweegs doen. Zeg eens even wat, Jan. Vertel hem, wat is er maandag? Wat ik vandoor aan maandag, maar ik ben er met vissen geweest vanmiddag. Ja, vertel. En vanmorgen met zwemmen geweest. Dus ik heb mijn beweging vandoor wel weer aan. Ja, dat is wel duidelijk. Dus en nu ben ik druk met de vrachtwagen op pad. Even zitten waar. Ja. Ja, ik was erin klom. Ja, we wel ook. Dan heb ik die andere keeper eigenlijk een beetje mal plek in, zeg, met Tauma. The only one en ik dan. Ja, hoor wat je wil horen, nee, Muus. Hè? Ja, je hoort wat je wil horen, Neemuus. Wat bedoel je, Lioness Spirit? En Lioness Spirit en Nasty Tasha, dat is een setje. Oké. Okay. Ja, en nou is het bijzondere. Nasty Tasha is de man. En Lioness Spirit is de vrouw. Paar idee, hè? Paatje. Wat is de grote verhuizing? Dat is, ik gewoon verhuizen, jongens. En dat kost maar €250, dus dat is goed te doen. Nee, jongens, ik gewoon van de komen naar de keuken. Ik zit hier een beetje in een hoekje gepropt. 6 jaar getrouwd, Emus. Oh, kijk eens aan. Gefeliciteerd. Hoe lang ben je al getrouwd, Kosjaar? Ik ben niet getrouwd. Oh, nee. Nee. Dat is iets wat niet in mijn woordenboekje voorkomt. Oké. Ik heb wel 3 kinderen, maar ik ben niet getrouwd. Oké.
Even ik zo... ben ook al heel oud, maar ja, nee. Ja. Even zo heet die mat wat je rechtsonder ziet. Daar mest, hoe heet die mat? Dat is Clear zeker? Dat is, nee, dat is die game extension. Dan laten de vruchten zien, of de producten zien, wat in de bak zit. De game extension of de Fruit Hut. Maar ik denk de game extension. Zo, nou, ik heb eerst genoeg afgeleverd, al zeg ik het zelf. Serieus geld. Zo. Ja hoor. Groot gelijk, Ko. Ik kan zo niks van die afpakken, zegt de woel man. Doe de facecam aan. Kan ik wel hem doen? Ja, ja ik heb hem klaarstaan. Gaan we zo op doen. Ja, ik zweer het niet. Oh. Ah, dan krijg je dat... Nee. Is dat een facecam, ja of nee? Ja hoor. Dan wonen we het leuk. Hey Guido. Ja? Hoe ver ben je met de combine, jongen? Veld 14, bijna klaar. Kun je dan naar 10 komen? Laat ik de vrachtwagen daar even staan. Oh, met de combine. Ja, maar door zit nog een barreltje in, zeg maar. Klopt, nee, dat is van dat zorgenmachtige goedje. Ja, dat goudje. Hey, Dutch Farming, jongen. Hoe is het? Ah, Ko is zo'n hopper. Die heeft ieder weekend een ander. dat doen we maar nooit. Nee, dat doet Ko. Zo is Ko niet, jongens. Ik zal niet deur, maar dan sloot ze mijn bonnen blauw. Zo is het. Ko is anders. Anders gaat? Nee, dat niet. Hey, nee, ik heb al live weer. Ik heb 4 wegtattoos, dus... Ja hoor, Ko heeft genoeg. Ik heb genoeg aan die 4 wegten. Remco Faber zegt, alles goed met jij? Ja jongen, zeker. Even eens, wanneer komt Ronald weer voor Radio Oranje? Kom ik op terug. Niet nu, niet volgende week, maar binnenkort. Cam. Ah, zal ik de cam aan doen? Eventjes. Nou, doe maar even. Heel even dan, hoor. Niet te lang. Nee, ik doe al even de oren in. Ja? Komt-ie. 1, 2. Ik kan niet langer. Wat was dat? Dat was hem, jongens. Mr. Facecam himself. Met een mooi petje op. Mooi, hè? Ik heb ook ja, nieuw... Heb jij altijd een petje op? Ik heb nou een nieuw petje gekocht. Een zomers petje. Ja, ik vind een petje lekker zit. Sorry. Wacht toch. Ja, oh. Zeg Stefan Rivera, wat een knapperd. Die, dat lees ik dan wel voor, hè? Een hond blaft zich een dood tegen. Waf, waf, waf. Laf. Oei, beeldscherm kapot, zegt Ralf Koenen. Niet leuk. Ja, ik had die kameraad van mij, die zag ik al in de chat voorbij komen, hè? Oh! Ja. Wie was dat dan? Ja. Oh, dat mag je weer niet weten. Tuurlijk wel, hij heet René. Oké. Ik zag hem net voorbij komen. Oké. Luc Mulder, 8600 subs. Ja, jongen. Super trots op. Remco Faber, ik viel weer van mijn stoel. Ah, niet leuk. Olle Wiepenpet, zegt Diane Springsmiddelho. Diane Springsmiddelho, weer een grote man. Komst u ook in die ziel? Zakt je wel eens even met die proor? Kind of night. Hé, Ko, mag wel even erin. Hé, Ko, die is even heel snel wat anders aan het doen. Oh.
Ja, dat is goed, jong. Heb ik ook een webcam of kan Ko het scherm daar niet aan? Hahaha. Nee, dat denk ik. Dat denk ik ook. Dat is gemeen, hè? Dat is niet leuk. Ja, nou zie ik hem weer voorbij komen. Hé, hey, Jeroen. Oh, wacht even. Oh, Bruinsma, ik zeg nog een keer hallo iedereen, nu wel goed opletten. Dat is hem zeker. Yes. Ja, ik probeer de chat wel te volgen, maar ja, ik laat wel eens een keer 1 of 2 of 3 of 4 schieten. Nee. Ja hoor. Joran de Koe. Ik kan niet alles zien. Nee, zo is het. Joran de Koe, goedenavond Emus. Goedenavond jongen. Emus, ik ken gewoon een vraag van die hopbrudder op dag. Van die? Hop. Ja, als er weer wat nieuwe is, dan wel, ja. Nee, ik ga niet dichter naar de koffieapparaat. Ik ga er verder weg, zelfs. Ik ben nou bijna bij de koelkast, maar straks is het over, jongens. Dan moet ik staan en lopen. Hey Ron T. Goedenavond, jongen. Meneer, eigenlijk. Sorry, hè? Morgen en groet nu naar mijn lord, zegt Big Pig. Ko, maak video's op YouTube. Nee, dan word ik concurrent van Emus, dat wil ik niet. Nee. We hebben een contract afgesloten, dat kan helemaal niet. De eerste 5 jaar geen getrammel aan. En geen reclame bij andere mensen. door Norma zelf weer. Oké. Ja. En dan komt Guido gewoon bij mij. Niks na. Ja, hè? Ja. Dan pro Guido als zo... Ja, kijk, dan pro er net zo plat als wij, dus dan van hem is het niet eentje. Of toe ben je toch Guido. Ah, mooi, joh. Mooi dat ik dat in bijt. Jada, Guido! Ja, hoor. Jada! Ja, hoor. Ja, hoor. Hoeveel rondje ben we al inmiddels op heden? 163. We doen dus straks de 200 likes. En ik ben... Rondje. Emus, wat bedoel je met de grote verhuizing van de donatiedoel? Nou, ik zeg het nog een keer. Ik ga van de kamer naar de keuken. Dus dat moet... Want ik heb anders... Ik had anders geen idee wat ik erheen zet moet. Dag. Dit heeft ook iets met... Emus Farming Utrechtstone, hè? Hey, goede vraag. Hoe lang bestaat dit kanaal al? Officieel vanaf oktober 2015... Maar in maart ongeveer 2016, dus vorig jaar, toen ben Ko en ik serieus een beetje wat aan het ouwen. Klopt. Klopt. Ja. Ja hoor. Blijft een leuk woordje. En toen is dat één keer begonnen, zeg maar, te net easy als je komt er nooit weer vanaf. Zo is het, hè? Klopt, hè? Ja, want ik zit zo klein, ik zit nog steeds met mijn snoeren in en ander. Ken je, hè? Nou, dat heb ik ook al, dus dat mag niet uit. Oh, dan kan ik wel mooi zitten, Liem, ja. Ja. Eet me zeker om te eten tijdens het streamen in de keuken. Dat is ook een idee. Ja. Nou, straks als we eventueel eens een keer 10.000 abonnees zullen nemen, dan ga ik 12 uur streamen, dames en heren. Was dat alleen nog doen, zeker of niet? Nee toch? Toen was de bieter. Oh. Dat zei je toen. Moet ik Boutje daar naar die toe brengen of niet? Gewoon bioco's in. Oh, dat is ook leuk. Gewoon zo'n met één microfoon. Ja. Dat is het best. Nou jongens, abonneren snel, wat supergezellig. Dacht iets. Ik kan nu al niet meer wachten. Nee, nou. Zoek nog 1400 vrienden jongens en dan zijn we er. Zo, 31 ton hop, jongens. Goeie dag, schotel. Doe ik hem wel wat bier van Mokvoorten doe. Sander van Steensel, die vraagt... Maak een video zonder te knippen, dus een lange video. Nee, dat doe ik niet, expres niet.
Want ik daar hebben we de livestreams voor. Daar hebben we de livestreams voor, inderdaad. En ik vind het heel saai als, we niet, als ik niet knip. Ik vind het leuk, kort, knippen, liedjes erbij. Vanmorgen had ik ook hele leuke kinderliedjes. Ja, sorry daarvoor. Nog, excuses. Maar, hoi Kilden. Je moet rook. Nee, ik dat vind van dat... Vanmorgen, ja? Dat van vanmorgen, dat is mijn schuld, want ik had geen tijd van de week. Nee, dat geeft niks, Koop. Maar ja, ik hoor altijd een filmpje achter de hand, jongens. Die zondagmorgen 9 uur zal blijven bestaan. Maar dat is soms, ja, is het of aan mijn kant moeilijk en nou eens een keer aan Cozy kant moeilijk. Dus, en dus de upload van vanmorgen was een opname van vorige... Van vorige livestream van vorige week. Ja. Dus, maar ja, helaas. Maar ja, we hebben in ieder geval wat op kunnen nemen. Zo is het, hè? Ja! 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 Ik lever dit vraagje op nog een avond. Dan kom ik met die andere trekker ook retour nog even mijn streuden, ja? Ja, ik ben aan het streuden. Doe. Ja, dat weet ik al. Doe. Maar dan help ik je met ja. Helemaal goud, ja. Gewoon even wat leuks zijn met ons draaidnaal. Hé, ja, dat is goed. Roy de Jong die zegt, ik was Farmer NL, maar ik ben geslaagd voor mijn trekkerbewijs. Goed bezig. Gefeliciteerd. 181 duimpjes. We doen bijna de 200 duimpjes. En ik na rondje. Is mijn audio goed? Audio goed? Testing audio. Testing audio. Ron T. Veel leuker. Oh, die korte bewerkte filmpjes. Toppie. Kijk, dat vind ik mooi. De offset kan je gewoon uitzetten. Oké. Heb ik nog nooit op gedrukt. Stom, hè? Mooi, Emus. Alles goed, zegt Aaron Bos. Helemaal goed. Vrachtwagenchauffeur Rick Holtrap van der Vils. Die zegt, yes! Mooi, ik heb me samen gekocht en Jack Spijder gemiddeld in euro. Yes! Jawel, 3 minuten. Yes! En alles. Oh nee, dat was opbouw. Hoi Kiel. Een donatie van Jack Spijder van een euro. En die zegt, jawel, 3 juni STTN komt allen. Helemaal fantastisch. Mr. Jack Spider, ladies and gentlemen. Jackson Channel. Ik vind hem leuk. Zo, ik heb gezegd. Ik mag ook een keer spam, ja? Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Hey, Ebus, jouw terras. Ja? Is bijna leeg. Qua brandstof? Ja hoor. Wat verdikkie. Dreugelo draaien het, hè? Ja hoor. Leuk. Ja, en dan even stuven naar de klote zeggen. Ga ik doen. Ik ga hem leeg rijden. Dat heb ik van de week net aan, hè? Ja? Een stuurverstukje, ja, dat was oh, je ja, wel. Ja, van die Olle VW. Ja, een injectortje. Maar dat was geen injector, dat was een kaderontluchtingspiep. Hoi Kiel. Ja, hij is hem zijn, hè? Ja. Hoi Kiel. Neem maar 200 duimpjes, dames en heren. Nee, 194. Ron, gefeliciteerd Roy de Jong. Ja, dat wil ik maar hem zeggen. Ja, hij heeft net gezegd, toch? Ja, nee. Nou, wist wat Gerry Pekel nou weer zegt, dan? Nee. Zegt hij. En Elzo Hoger die zegt, hé, hey, Muus, je bent de beste. Dankjewel, jongen. Wat een donker in de game. Dat is goed. Ik kan hem ook wel even naar de volgende dag zetten. Dat is geen probleem. Dacht ik net ook al, hè? Jij een ding? Dat wel goud? Niet leuk, hè? Hup. Hup. Zo, licht. Zo, bellen. Bruggeman, 200 duimpjes. Is zo? Nee, ja, 208 duimpjes, dames en heren. Dus, nou, ik begin, ja? Guido Koning en Cozy Jatten zijn mijn allergrootste vriend. En dan zie ik Klaas Hofstee en Julian en Jurre en Jefana en Niek
En Angelo ook al zeggen, ja, maar ik dan. En Tim en Remco en Jurre en Jorrit en Angelo en... Rieder, die zegt wat anders. Oh ja, Rieder, die zegt, en ik dan. En Said en Farmer en Gerry en Julian en Jarno en Joost en Jesse en Sven en Merlijn en Klaas en Valentijn en Ramon en Jurre en Dennis en Mike en Spiky Boy zeggen allemaal. Ja, maar ik dan. En Raiko en Luc en Dennis en Jel Pletter, Eendepower, die zegt... Die zegt, Milo de Vries en Ruben Pennings en Sam en Martijn en Haikil. Joost zijn allemaal grote vrienden. Ja hoor, en Sven en Sietse en Karel en Tijmen en Hielkema en Gerry Pegel, Rai, Joost, Dion, Marcel, Thijs Tanda, Sietse Duin, Remco Faber, Sven van der Wal, Gento. Oh, die zegt hoi. Luc, Jenava, Dion, Koes, Roelof, Meinte, Martijn, Robin en Angelo. Zijn allemaal vrienden. Ja. Allemaal vrienden. Allemaal grote vrienden. Is het bij jullie ook al licht? Ja. Nou hoor. Oké, goed bezig. Goed bezig, ja. Ja. Ik vind het bijna klaar. Wie helpt mij even met stroom blam? Ik kom eraan, doe ik jou daarvan. Wat kiel. Hey Muus, je bent de beste YouTuber van mij. Kun je daarom even de grietjes aan Julian Schutte doen? Tuurlijk, jongen. Julian Schutte, groetjes van Lars Te Wierik. Als je mij een complimentje geeft... Oh jongen, dan lees ik alles voor, ik zweer ik. Oh jongen, ja. Julian Veenkamp, you speak English? Yes, very much. Thank you, very much. De gast heeft geen goede geluid. Dit is het maximum, jongens. Hij is redelijk net zo hoog als de Kosiaten. Groet naar Nebenmuus van de chauffeur van Theo Pauw. Ah, goeiedag, hem. Dat was mooi. Ik was niet even bij Pauw en toen kwam er een chauffeur aangelopen. Hij zei, best doe even muus. Ik zei, ja. Hij zei, mag ik die dan aangeven? Ik zei, zeker. Zeker. Haha, hartstikke mooi. Even. Groen terug even. Bianca. En wat zei ze totaal? Nee, die 88 dan. Ja, nam maar zo bondoel. Ik zei, nam maar zo bondoel. Toen was ik met een blauwe trekker bezig. Go. Ja, wij denken blauwe Kees, mooi hè? Dat wordt de mooiste. Vist hè? Ja? Vist die mooier dan een blauwe Niol, hè? Nee. Oh, dat is nu! Nee. Guido! Hij zei blauwe... Blauwe Kees is mooier dan rode Kees. Oh, zo. Dit is voor. Nou, dan ga ik even op mijn Thea, man. Groene Kees is net te fletten. 14, hè? 14, ja, daar ben ik al mooi eentje met maakdoe. Ja, moet op doen. Hoe breed is die machine? 15. 15 meter? Yep. Hey, misschien ga je naar Truckenfestijn, Balkbrug? Nee, helaas niet. Mooi, Eemuus, ken je Veendam? Jazeker, joh. Kom ik wel eens. Joran de Koe, ik ben gisteren van 6 uur Ermelo, Rotterdam gereden met een scooter 160 heen, 160 terug. Op een dag, mooi toeren. Zo, je dag, heem, joh. Hey, Sietske Tuin was vrijwilliger samen met Thijs Boman en Gerry Caput op de trekker trek vlacht werden. Helemaal kijk. Knopje 20, Co. 20 is GPS? Nee, dat is dat ding omhoog schuurt. Oh, wat is GPS ook alweer? 5. 4, 9 en 5. 4... 9, ja! Ja. Hé. Hey. Oh, ik moet hem even breder. Wat is werkbreedte verbreden? Workwis. Workwis. Ja, ik kan dat heel goed in het Engels zeggen. Workwis. Oh, Hielke, maar die had ook een probleem. Die had een gas! Pedoolstuk. Nice, nice. Ja. Oh, Wolfman die zegt: hey, Co, best nooit allemaal lekker met die blauwe case, doe. Mooie spullen, hè, die blauwe kezen. Dat is een echte. Dat is hetzelfde als een
een blondje haar haar verft. Zo, ik heb gezegd. Genau. Ik vind altijd, jongens, je moet de trekkers gewoon vergelijken met fruit. Als het groen is, is het nog niet rijp. Is het rood, is het goed. Is het blauw, is het verdorben. Dom groen, hè? Jazeker. Wie is de gast? Meneer Guido Koning, dames en heren. Jawel. Stelt u zich nog eens even voor aan de nieuwe binnenkomers in deze livestream, Guido Koning? Ja, ik ben er weer. Hoe weet je ook alweer? Ja, geheim. Nee. Ik ben de enige echte Guido Koning. Ja, er is geen andere, jongen. Koosje, ja! Wat is toe? Oh, ik joe, die heeft met een kaan. Ik wil voor haar trekken. Hoi, Gil. Hoi, Gil. Hey, Levi. Oh, er... Goeiedag, dat is lang geleden. De huurtrekker van Sandé, de Magnum, moest tegen de Xerion. Die had FP en de Magnum niet. Oei. Ja, de rest gaat onder al. Yeah. Hey, hoe kan dit nou? Hij kreeg hem niet op een GPS-lijn, deze muus. Wat is hij? Nou, dat weet ik ook nooit, oude keer. Nou, ik geef gewoon gas. Ja hoor. Elzo Hoger zegt MF is goed. Is ook goed, joh. Het is allemaal goed, joh. Oké, Levi. Druk geweest met karten, zegt hij. Dus mijn vader had gewonnen. Oké. Die vlaag werd? Vlaag werd. Of... Denk ik, ja. Wie zei ook nog... Emus en Co, ik moet zeggen dat jullie de grappigste YouTube zijn die ik altijd bekijk. Nou, helemaal goed, dankjewel. Ja, zal ik de in-game geluid een tikje omhoog? Zeg eens wat, Koosjaar. Blijf hem erin. Wah! Zeg eens wat, Guido. Jouw. Duidelijk. Oké, Levi. Leuk. Nou, hier een mooie shot hier met Co en Ebenmoes. Nee, ik ken net niet bij de... Oh, nou wel. Mooie screenshot. Echt wel. Ik zal hem nog even aanzetten. En die steen bij mij de vuur omgooien. Leuk, hè? Co, de offset. Heb je er een offset in zitten, Co? Nee. Nee, voor mij de lean ligt niet zuur op steen. Nee, dat is jammer, hè? Ja. Ik had het lean kunnen opslaan, daar stoel hem weer geen spak. Ja, dat had een midmost. Nou, dat had hem zeggen, maar... Kun je even de groeten doen aan Frank Saalberg? Hij is ook een trouwe kijker van u. Doe ik even Lars de Wierink. Maar Lars de Wierink, niet met caps lock praten, vind ik zo schreeuwerig. Dank je. Maar leuk dat jullie trouwe kijkers zijn. Daar ben ik dan ook wel weer een zwak voor, hè? Go, hè? Dat, Guido, hè? Oh, wist je wat ze in de chat zeggen, Guido? Zeg eens gaas. Ja. Doe eens. Gaas geven. Nou, het is niet echt een eemuus gaas, Guido. Eerlijk gezegd. Nee. En dan zegt iemand, Elzo Hoger zegt... Eemuus, Kees Steyer en die Holland zijn toch een klein beetje hetzelfde? Sst, dat heb je niet van mij. Ja, dat klopt. Niet zeng. Ja. Niet ten koop zeng. Koop ik niks meer dan keukenkastjes. Laat het nou dat nog maar denken. Ze hebben de fabriek 3 deuren. Ja? Ja, een lekkende deur, dat is blauw. Nee, wel. Als een lekkende wordt een roodspoot. Niet! Ja. Als ze niet starten wilden, wordt een wit met rode. Als het drupt, is het niet Holland. Als het zwit, is het een Kees. En als het dreugt, is het een Steyer. Dom pro niet. Wat chill.
Nee jongen, het is één pot naad, sorry. Ken niks aan van me. Hi, kill. Wat ben je toe, Kosiaten? Ik ben even wat aan down doe. Ik ben nog plaat. Zit niet in stroom. Ik zag in de pool ben. Dat eerste baantje wat jij krijgt, dus er moet dan 20 meter strooid worden. Dus even kijken straks. Ik zie alleen nog een Joske erin. Hè? Oh, nou zit ik een track even. Ik zie niks. Dat was ik. Waar moet nog strontjes van hier? Die ene baan, die laatste, die moet je meepakken. Er zijn ongeveer 25, 30 meter wat een streuk moet worden. Oké. Okay. Wat komt er bij jou precies, ja? Ja. Aaron Bos zegt, ben ik ook jouw vriend. Tuurlijk, jongens. Jullie komen toch allemaal ook even 3 juni aanstaande op trek niet zo heel toch? Ja, daar. Ja, wat? Ja, daar. Maar wist u wie er allemaal nog meer kan? Nee, ik durf niet meer zeggen. Riede on tour. Ja? Mijn allergrootste vriend, die komt in de tent te staan. Mr. Blocky Gang. Wat is op doen? Mr. NL Trucker. Mr. Jack Spider. The Deer Hunter. Mr. Wolfman. Guido Koning. Jeroen Eepmuis. En Eepmuis. Of Koosjart nou? Dat weet ik niet meer. Zal Koosjart nog komen? Ik weet niet. Voor mij hadden ze zich ziek nou. Ja, nou, ik trek hem uit Bergen. Leep er. Volgens mij ligt hij ziek op bed hoor, die dag. En mijn vrouw komt en mijn kinderen komen. Nou, dan heb je de hele klein om binnen gaan. Dan is de hele klik compleet, hè? Ja, hey Ridder, ik zei jou als eerste, Ridder on Tour. Niet leuk. Nee, Ridder on Tour, die komt bij mij in de tent, in de partytent. Dus dat wordt feest, jongens. Wordt feest. Wie is de gast? De heer Guido Koning, dames en heren. Jouw hoor. Zeker. De enige echte Guido Koning weer. Er is geen ander, dames en heren. Nee hoor. Nee. Ronald ook aanwezig. Ik denk het wel. De heer R. Reepmuis komt ook. Ja? Ja. Oh, nou. Dat wordt nog wat. Ja, hij zei al van, kies mij wel even buiten de hekken omtrekken. Zeker, ik zei, doe betos gewoon, vriend. Maar is nooit. Zet er dat? Ja, zet er. Jol mieger. Jol kans de mieger. Oh, jol. Kan er nooit. Nee, kan er nooit. Ik kan gewoon nooit. Oh, en de enige echte Mark Slob, die komt ook. Ja, hebben ze die papa zo ver kregen? Ja. Het mocht wel van een paar maar eerst huiswerk maar. Ja, heb ik ook gehoord. Oh, Ralf Koenen zegt alles in de tent voor 50%. Ja, ik zal even de originele prijzen nemen verdubbelen. Dan kun je alles voor de helft met krijgen. Wanneer met PJ? Dat zal moeilijk gaan, jongens. Die jongen heeft... Woont PJ al op hemzelf? Die gaat binnenkort op kamers, ja, zeker. Maar die is echt serieus met zijn opleiding bezig. Dan moet de kap gewoon bij hem. En dan kan deze flauwe kul, maar dat is het, er niet bij hem. Ja dan! Klopt hè! Ja dan! Klep dicht, want anders ken ik die van de lean af. Oh, hij heel. Veld 14 is klaar. Geoogst. Doei. Oké. Nou.
is veld 14 helemaal leeg, Guido Koning? Ja, helemaal. Ja, mooie vraag. Er is net voor je, Koos Jatten. Ja, ik denk, wacht hem op hier. Maar waarom zegt die trekker zo'n heer naar voren? Ja, dat weet ik ook niet. Dan ben je erin, ja. Doe je dat ook met die side-tech panel, Co? Tuurlijk. Mooi, hè? Dat was mooi, hè? Echt wel. Echt wel. Jeroen Emus, heb je ook een achteringang naar de Emus-tent waar er geen mensen staan om geld te vragen? Nee. Er is maar één ingang, dames en heren. Oh. Nee, jongens, ik zal het ook gelijk wel even zeggen. De intree is 6 euro, dus dat is helemaal een schijntje. En de jeugd tot 12 jaar is gratis. Dus eigenlijk is het dan niks. Moet zien wat voor plezier je ervoor terugkrijgt. Ja, da. Nou, dat moet eerst nog. Ja, doe eerst het organiseren, dus dat komt al gauw. Dat komt al gauw. Ja, da. Jawa. Of zeg ik nou... Jawa. Zeg ik nou te volgen, ja, da. Vol. We kennen zo wel over op de zwijnen, de zwijnenstrand. Ja, maar er ligt nog zwoorden, strooswaarden. Zullen we die maar gewoon onderploegen? Ja, onderploegen niet erop. Gauw voor die grond, hè? Even lekker diep onderwoelen, Ko. Ja, zeker dat is goed weten. Voor die structuur. Jazeker. Is er al verkoenende? Nou? Hoe lang ben je aan het streamen geweest? De hele dag zo'n beetje of niet? Met MTS Beko. Ik kom van Gelderland naar Niezijl. Eerlijk? Oh my god, dan denk ik wel dat een paar mensen kan, Ko. Dat gevoel had ik ook wel relatief, ja. Ja, hè? Ja, hè? Kom hier maar even bij de Swin. Ik wacht wel even op Jem, ja? Hey Guido, Jem? Guido, wil jij anders ook even op een messenspreider rijden? Ja hoor. Nou ben ik nou. Ja. Ik heb er nog 11 turnen in doe. Kijk, Jeroen Emus die blaft naar hem MTS Beko zijn YouTube kanaal, zo is het. Oh, Ralf. Vanmorgen een uurtje en vanmiddag 2 uurtjes. Helemaal goed, joh. Hey, muziek, ik heb die toeter op de 383 zitten. Die van de JCB? Machtig. Zal ik die nog helemaal hudden, hoor? Oh, Guido zit er al in. Guido, druk zo even op de klaxonia. Nou. Ja, prachtig. Ja, da. Ja, wat is werktuig aanzet, Emus? De middelste van die 3 zwartjes onderin. Oh ja. En zo? Ja, ik heb hem. Moet ik doen. Bedankt Jeroen, zegt Ralf Koen. Ja, dat is leuk. Kan ik ook meedoen met Track and Track, zegt Farming Mike. Meedoen. Nee, helaas niet meer. Helaas niet meer. Zijn de plaatsen gevuld, Koosjappel? Nou, we hebben een nieuwe verzekering. En daar moeten wij een aantal weken voor de wedstrijd moeten wij de rijders doorgeven. Oké. Dat zijn van die nieuwe regeltjes. Juist. Dus wij hebben alles al opgegeven aan de verzekering. En daar kunnen we niet meer onderuit. Dat is heel jammer. Ja. Dus zo downde, hè? En we hebben ongeveer een deelnemersaantal van 185, denk ik. Oké. Okay. Ah. En 2 sleepwagens. 2 sleepwagens. Ja, correct.
Ja, ik heb nou precies Guido Koning zien om onder de BTN Epenhuis logo. Wanneer ga je beginnen te strooien, Guido? Ja, ik ben even met de mond bezig. Hij wil niet meewerken. En Cody komt eraan geslingerd. Like Jill. Ik kreeg de GPS niet uit. Ja, en ik krijg hem weer niet aan. Ja. Maar je waak draait wel leeg, Guido. Ja, dat had ik al door. Hier komt genoeg stroom, jongens. Niks meer. Nou, ik sta even in de Jezus. Hé, wil dat niet? Moet ik er eerst tussen staan? Ja, heb eens. Kom er ik er misschien in, zou dat kunnen? Nee. Hier bij de Swinko, hè? Bij de Swinties. Bij de familie Ebenhuis eerst. Oh, door zo. Ja, ik heb hier een familie daar. Even wachten, doe. Komt Doink ook, zegt Michel. Wie is Doink? Kom maar. Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee wie Doink is, jongens. Geen idee. Hey, Muus, ga jij even op de T8? Ja. Je moet even wat anders doen. Wat moet je doen, hè? Ja, ik zit hem te kijken. Even kijken hoor. Björn Struik. Zo, ik heb gezegd. Doink. Doink de clown. Nee. Clowntje, vriendin komt daar. Clowntje, vriendin. Over hem met zijn vieze handjes aan te zitten. Hè. Oh, die vieze clown. Ja. Oh, die vieze rot clown. Oh, wat is dat toch een rot clown? Vies. Clowntje, vriendin. Met zijn nepneus. Oh, zo vies. Oh, dan vind jij gewoon geweldig, vind jij dat? Nee! Maar ik vind het wel leuk om... Klauwtje Frennik. Klauwtje Frennik, hè? Met zijn vieze handjes. Lekker hoor. En er vroeg net ook iemand wanneer er weer een open server. Dat doe ik spontaan, jongens. Niet zomaar, dat ga ik niet meer aankondigen. Ik gooi in één keer spontaan een keer de server open en dan gaan we even een keer met abonnees... Blam! Blam! Clowntje, Frennik. Ja, clowntje, dokkie. Oh, verschrikkelijk. Ze hebben ook altijd direct dat rore no, die rore pro, hè? Hoi, dokkie. Net als die Ernst en Bobby, hoi, joh. Ik was vanmorgen ook aan het zetten, toen kwam ik ook in één keer Ernst en Bobby voorbij. Nou, best een hele dag eens in de kap zitten, hè? Ja. Niet best, hè? Nee. Amy's wil mijn naam zeggen. Robin de Kleur, heb ik net gezegd. Robin. Met zijn fiets. Ja. Emus, wanneer is de trek, Lars de Wierik? 3 juni. Ja. Aanstaande. Niet zo. Erik, doe ik eens op met een rolstoel bij boven komen, jongen. Dan slepen we die de deur in. Zo. Ja, Erik, kom maar gewoon dit kanaal. Wel. Hey, er zijn allemaal Emus farmers. Dus dat komt echt wel gauw. Oh, ja, we kunnen met 100 man daar zo in tilden. Ja. Nou, Erik is wel een beer van een kerel. Ja? Ja. Oh, dat moet lukken. Ik denk dat wij bij het 0-0 in komen. Dat weet ik wel zeker, doe. Mr. Wolf, men zegt, er moest nooit alle clowns over een kant scheren. Nee, klopt. Nee, hè, de Wolf. Maar Bassie en clowntje Frinnik, die hoeft niet. Bidi. Hey, Adriaantje! Adriaantje! Oesh. Zo. Hebt hij in plaats van een rode neus ook nog een blauw oog, hè? Ja, man.
Amy wil een keer een filmpje maken hoe je mods moet downloaden. Ik weet wel hoe ze moet downloaden, maar dan doet hij het niet. Dat heb ik ook wel in mijn laatste uitlegfilmpje. Heb ik het over zip en rar bestanden. Jeroen, zip en rar. Kun je dat gedeelte even in de chat spammen? Kun je zo aanklikken en dan kom je daar even op uit. Dan snap je het altijd ietsje beter. Nee, Lars de Wiering, ik ga dat niet zeggen. mensen in de chat, wie vond het de intermezzo muziekjes in de upload van vanmorgen wel aardig? Ik denk, ik doe eens even weer wat anders. Bij gebrek aan beter deed je dat, hoor. Toen kwam er wel op neer. Nee, ik had van die farming kindermuziek gevonden. Ik denk, hey, en dat was ook nog zonder copy. Ik denk, die blaf ik zo in die filmpjes. Nou moet het van ons zo. Ja, ik vond het leuk. Ik niet, zegt GamerNL. Ik, zegt Jaco. Oh, dat is wel geinig voor een keer toch. Dat was ook de intro muziek van deze livestream vanavond. Kinderachtige muziek. Ja, dat kan. Als je toen van de GPS al wilde coden, moest gewoon weer knopje 5 indrukken, hè? Ja, dat klopt, hè? Ik heb de hele dag in de kop gehad, zei Rico Volders. Oh, McDonald's had a farm. Zal ik niet zingen? Nee, hè? De mest bij de varkens is leuk. Ja. Oh. Dan ben jullie de deur heen, jongens. Dan ben we de trof. Ja, hoor. Dan kan Boudeltje schoonmaak worden. Ja. Zullen we dan een maïs blaben of nooit? Ja, een maïs blaben met elkaar. Ik kom er ook zo weer aan. Ik ben in bouw mee, maar het afleven. Doe. Of was dat niet zeg? Ja, bijna. Doen we even de bio? Ik rijd de bult aan, jongens. Ik rijd de bult. Ja, maar... Ik wil die sidepanel even proberen doen. Ja, dat kan. Maar we moeten eerst met 2 keepers en 1 haakseloor jagen. Ja, en jij mijn haakseloor uit mijn loop. Sliloortje boven erachter. En dan met de haakseloor een beetje. Ja, en doe gast maar helemaal bij haakseloor heen. Ik kom op haakseloor. Dan doe ze gewoon de pieper met mijn joystick, ja? Ik doe de pieper met joystick. Ik ken heel goed met een joystick. Waar is de gast? De gast is hier ook op deze map. Ja hoor. Kijk, daar was hem. Is on. Ja hoor. Ja. Ja hoor. Dat is ons Guido is dat. Ons Guido. Oh, die vreselijke kinderlakker muziek. Peter, dat was niet de bedoeling. Fuck you. Nee, ik wil eens even met grappers tussen de taal. Ja hoor. Dat bedenk ik allemaal zelf, jongens. Ik ben super artistiek. Oh, ik ruik niet door de microfoon, hè. Af en toe variatie in de keuken is altijd wel leuk. Ja, sorry, dat doet eten, dames en heren. Ja. Hol op, ik kreeg gewoon honger. Wat moet achter de theaag? Wie wil de theaag toch even redden? De kroon, hè? De kroon, hè? Oh ja, natuurlijk! Hebben we die ook al? Ja, die staat onder de afdraak, doe. Ja, ik heb hem. Die helemaal heel tien niet bruik. Ja, dan moest even die bodemkerms weten, want die kon als vaste roes weten. Ja, denk zo. Met die vieze sap. Dan komt door die mais sap. Ja. Zo, die zit erachter, doe. Ja, herzom. Ja, herzom. Ik heb hem. Zal ik hem erin rijden, dat ik dan loodde de haakseloor in pak? Ben je hem nog bezig of nee? Ja, ik kom eraan, jongen. Ik denk, ik lever hem maar in wat af, ja. Doe. Ja, helemaal hout, ja. En anders dan moeten we straks met 4 vrachtwagens. Dan kunnen we wel een hele serie beginnen met de aflevering van product. Ja, we doen ongeveer 20 afleveringen per map. Dus dan kunnen we nou de laatste 5 afleveringen wel voortbrengen. Nou, daarom. Hé, Mus, wanneer komt de haakseloor met opslag? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ja. Heb ik... Guido is... Ben ik bezig geweest. Guido is er op dit moment mee bezig, hoor ik net. Ja,
het lukt wel, ik ben al best wel ver, maar het enigste nadeel is dat je het niet ziet als je het overlaat. Daar ben ik mee bezig om dat goed te krijgen. Ja. Maar hij doet het wel al, maar je ziet het niet dat je overlaat. Dat vind ik jammer. Oké. Okay. Tja, ik ben al van alles bezig met uitzoeken hoe ik dat erin kan gooien. Maar... Ja. Brian Engel geert zich. Hey, Muus. Ja, kom wel goed, Guido. Kom goed. Ja, wel. Ik wacht op jou. Dan zien we het wel. Doe mijn best. Peter zelf, die snapt hem wel. Die zegt, wat weer een tekst. Ik ben goed met het joystick. Stampertje in de house. Nee, niet 1 miljoen liter opslagen. 100.000 is genoeg. Daar ben ik weer even, Muus. Na al die tijd van ellende. Oh, gooi ik eens. Jelle live tocht. Turn off place. Goeiedag, heem. Dat is Wessel, toch? Volgens mij wel. Ja, Rieder zegt ook al mooi Wessel. Ja, kijk, is wel. Kijk, hij is gelijk, jongen. Ja, nou, helemaal heem. Rieder on tour, die zegt mooi Wessel. Goeiedag, heem, zegt Alemeester. Peter Steen is van hoi, hoi en goedenavond. Hoe giet met u? Met mij best, zegt Dutch Farming. Bij mij ook, jongen. Hoe breed is die hak? Hallo. Dat weet ik niet. Wacht even, hoor. GPS. Ja, 9 meter volgens mij. Ik wil nog even checken. Ja. Kunnen we? Wie wil er met de T8-noos mee, Guido? Ja hoor, kom maar dan. Ik wil op een trekker met een groenpijp zetten, maar hoe haal ik die ouwe eraf? Ja, dat is pittig moeilijk. Dat weet ik ook niet, jong. Hoe ben weer lekker aan het farmen, zegt Brian Engelgeer. Dat dacht ik maar even. Vrijdag en even gas geven, Ridder. Mooi streampje, Peter. Oh, dat zegt. Angela, Anneke Vogel zegt, mooie muus. Jongens, ik heb even een vraagje aan de chat. Jeroen, schrijf je even mee. Wat zijn nog leuke tips voor in de nieuwe update van de app? Hey, Ko en Guido, ben je er nog of niet? Ja hoor. Oh, Ko niet. Nog steeds. Nou, Guido of Ko is even weg. Ja, dat denk ik. Die hoor ik ook ineens niet meer. Nee. Mijn kameraad staat nu naast me. Oké. Die net in de chat is geweest. Goedenavond René. Ja toch? Ja, je hoort het niet hoor. Ik heb een koptelefoon op. Goedenavond, jongen. Hallo allemaal. Jordan hem zeker? Ja. Jouw hoor. De mods, zegt Hielke maar. De mods is een speciale site voor, want je kan met een telefoon heen niks aan die mods, dus dat hoeft niet in de app. Dan moet je met een computer openen. Achtergrond voor de telefoon. Achtergrond, oké. Ja, wat leuke shots. Ja, dat is een idee. Jeroen, schrijf op. Achtergrond, leuke shots. Is dat een idee?
Ebenbuurs is de beste van YouTube, zegt Lars de Wierik weer. Goeiedag, Eben. In de soundboard siloge woon. Ja, komt erin. Is toen een speciale site voor de mods? Ja, het staat in de beschrijving, nu ook volgens mij, Jeroen, hè? En door kun je ook de mods downloaden, ja. Stampetje als beltoon voor in de app, is ook een optie. Ebenbuurs, heb jij een spinner? Nee. Ik snap die rage niet, sorry. Een live subcounter in die app? Hey Jeroen, schrijf dat eens op. Is dat mogelijk? Is dat geinig? Ebenbuurs Farming Wallpapers. Jeroen, schrijf op. Bist al aan het opschrijven? Wil je een keer een video maken waar die stickers erop zetten, je mods? Want dit lukt mij niet. Die heb ik al gemaakt, kerel. Bas, kom in, ga zeggen, mooie Ebenbuurs is de beste. Wat een toppetje ben je, zeg Brian. Nou, helemaal goed, joh. Ja, verschil. Ga jij zo ook nog met de keeper? Ja, hij gaat zo ook nog even met de keeper. Ik zal trouwens die andere keeper wel helemaal bol. Hey, met de... Oh, dat kan je hier wel even met de JCB, die is wel vies. Dit moet naar de bio. Hey, dan hoor ik mezelf in één keer weer, Guido. Ja, sorry. Ik was even aan het schakelen. Oké. Nee, maar die de mais kan naar de bio. Ja, dat was ik onderweg naartoe, hoor. Helemaal goud, ja. Jouwe. Jouwe. Zeker. Even een cursus Gronings praten leren, denk ik. Ja. Ja dan, zeg maar. Ja dan, ja dan. Ja. Ja toch. Ja toch. Ja. Ja dan. Ja toch. Ja dan. Ja toch. Ja dan. Goed mee, jong. Ja, hoor. Ja, zeker. Oeh, bliksekorre. Kom hier aan. Guido, bijna een crash. Ja, bijna een crash, ja. Oh. Ko is er weer en gaat weer mis. Wat? Even de mol doen, doe. Nou, er is een zoveel. Ik draai volgens achter u. Dan hoor ik in één keer een trek eraan komen, jong. Een dikke trek. Moest die een microfoon er naar die toe draaien? Sorry. Tot bij de... Guido, kist de klep niet open, kring. Hey. Oh! Ik sta erachter, doe. Ja, ik zie je wel, hoor. Hey, ik zet de hakselaar even op werker. Ctrl-I. Hey jongens. Ja? Ik moet even naar de jongens toe. Ik zet de hakselaar even op werker. Willen jullie even met de keeper naar de hakselaar toe, zo nu en dan? Maar dan is er ook actie in de tent. Actie? Actie. Dus ik ga even naar de jongens toe, ja? Dan maar hem, jongen. Ja, hoor. Yo. Hey, groeten, tot straks. Tot straks. Hoi. Oh, Guido, ik wil even die sidepanel even uitproberen, hoor, met die joystick. Ja, dat zou ik zeker doen. Je hebt hem niet voor niks, toch? Nou, daarom. Ik wapper er even doorheen hier zo. Even een beetje verdelen, joh. Ja, het moet wel mooi worden, hè. Zo is het, hè. Hey, de pellets bij de schapen moeten weg. Het staat vol. De bol? Ja, het staat vol. Is vol? Ja. Krijg ik een beeld? Oh. Wat ging jij even doen? Even die wol weghalen? Nou, dat doen we straks wel even. Ik kom er zo aan. Ik gooi even snel even een bakkie in de vergister, hè? Alleen dat ging fout. Alles daarnaast zeker. Nee, ik lig met een shovel op zijn dak. Nee, ja. Meis niet. Ja. En nou, krijg ik hem nog goed? Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja. Alleen de bak is wel leeg. Nou ja. Hey. Ja, het was als de JCP maar weer terugstaat. Spieltjes. Zo. Kom maar aan Guido, hè? Moet ik dit opruimen, want anders ga ik nooit gauw doen. Ik sta al bij de Haakselo. Dat is dan bij de Haakselo. Zo. Jouw. Ik ging even met de haaks volgaas de bocht van mijn jongen en dat kon maar niet over met de volle bar. Nee, die kiept ze zo op de kant. Zo, dan gaan we even kijken. Hey. Welke trekker staat er nog meer voor de keeper? Voor de silagewagen? Geen idee, ik zit in de PA. Ah, dan pak ik de bies wel even. Wie is er alweer, jongen? Yo. Nou, ben je maar heel beraad. Wat heb je maar gehad, jong? Nou, ik lag met de shovel op de zijkant. Dat mooi is nooit. Ja, anders zeker niet. Is dat ook in beeld, Kam? Nee, gelukkig niet. Oh, jammer ja. Was net tijd weg. Hoe ben jullie aan het haakselen? Ik zet hem even van waker af, ik wil het zelf doen. Hé, hey, waar ben jullie aan het haakstroom? Op 43. Oh, doorzoot. Heeft jij iemand... hebt toch bijna volging, Guido? Bijna. Heeft iemand nog ideeën over de app? Anders komt er een lijst te staan en dan kunnen we kijken wat mogelijk is. Oh, dat zegt Jeroen. Oké. Nou, we hebben alweer wat ideetjes, toch? Een achtergrondjes, wat dan ook, ja? Mijn broertje was me kwijt en hij vraagt nu als jij zijn naam wil zeggen. Hij heet Sjoerd. Ja, P.O. Kuipers. Groet naar die broertje Sjoerd. Even een verhuizing. Van je kont naar de stoel van de wc, zeker, daar wil ik ook wel 250. Op zich, ik moet zitten blijven. Hedda! Jouwa! Lanting Farming, goedenavond, hier waren dus onze kijkers. Nee, dit zijn mijn kijkers, Lanting Farming. Je Lanting was ook live, ja. Maar je kan altijd weer terugkijken, toch? Bij mij wel. Hoeveel heb je hem vol, Guido? 96%. Oh, kijk aan, ik sluit aan, jongen. Jij slaat aan, dan ga ik een beetje, ja. Eens doen mijn mond draait nog een muus. Ik heb mijn mond draait nog een muus. Wat is de Hawaii chart? De oh nee, dat niet. De cruise is het radje indraait. Oh ja, is ook zo. En zo. Maar dan kun je ook shift 3 doen en eerst hem liggen harde cruise, hè? Ja, even wachten doen, hoor. Even wachten. Oh. Nee, hoe hard draai jij? Ja, nee, maar dan hindert niks. Als je shift 3 doet met twee groene pijltjes, dan kist ook op 3 druk. Klopt. En zo. Ja, maar ik doe dit nou op first person. Dat leek me wel een mooi touw. Ja, hey, dus is te ver voor toe. Oh. Ik ben een haksel, maar het gaat gewoon de het hiernamaals in, zoals ik al zei. Was wel mooi. De eeuwige jachtvelden van de mais, Axel. Is dit beter? Ja, dit beter doe. Maar ben ik zo duidelijk dat die Noors niet te kijken met de camera. Met de camera? Ja.
Ja, hoor. Hé, hey, Muus, wat is zo stoortig in die aksel, hoor, ja. Ja, netjes, hè? Ja, ben jij echt een herenboer aan het doen? Ja, maar ik ben ook de boer eigenlijk hier, nou ja. Gaat! Oh, wacht even, doe het! Oh, nee, dat was ook wel doen. Frits NLT doneert 1 euro en die zegt... Hoi, ik ben Frits. Nou... Wij hebben even een kousjaak, nee, nee. Kiede koning. Ja, wow. Wolfman, keurig bezig. Zo, ik heb het. Ja. Dankjewel, de heer Frits. Ik ben Frits. De heer, ik ben Frits, Frits. Frits is, ik ben Frits. Frits NLT, die zal wel een trucker wezen. Denk nooit, Co. Jouw. Denk To. Hé, wel even die GPS-lien pakken. Oh, die lien is niet echt zuiver in de midden, maar... Even, Muus, kan je die gele hakselaar ook een andere kleur geven? Nee, deze niet. Dat is NL-trucker. Ja, is dat zo? Zo ken. Emus Farming, hey, die heeft een goede vraag, Co. Gaat! Oh, no. Wacht. Oh nee, dat was ook wel doen. De heer NL Trucker doneert een euro en die zegt, dat was ik gewoon. Hashtag Frits. Dat snap ik toch niet, Suks. Michael. Nou, bedankt, Frits. Er komt ook op 3 juni op Trek Frits, hè, Frits. Hey, Frits. Volg me wel. De pro-gamers die hadden een goede vraag, Co. Nou. Wat vind je het leukste aan Co en het vervelendste? Het vervelendste dat ken ik, hè? Het leuke vind ik het samenspel. Wist u vol, hè? Wist u vol, Co? Ja, ik ben vol, ja. Ja. Ik heb kaf in beeld staan, dus dat deed ik nooit op, doe. Oh. En wat vind ik het vervelendste? Nou, het vervelendste is er niet. Het leukste is... Nou... Dat altijd op type komen, dat vind ik altijd machtig. Die koos ja. Nee, grap. Nee hoor, er is niks vervelends. Koos ja, dames en heren. Zo, ik heb gehad. De. Oh, blokkie internet is eruit gegaan. Dus ik ben nu even bij u, zegt Willem uit, hè. Is dat zo? Hey, NL Trucker in de chat. Frits, die is er. We doen even de ding om de GPS uit en dan gaan we even sturen. Nee, maar ik vind het knap dat we dat met een kanaal zo volhouden, Koop. Even serieus vooral, hè, mijn kanaal, maar zo is het wel. Even serieus. Hij klapt er aan. Hier, wat is er met die GPS aan haar toe? Ja, dat had ik net ook al. Yes! Wacht even, jongen. Oh nee, dat was ook al doen. Robin Landegger, die doneert 5 euro en die zegt... met uitroeptekens. Dus dan moest ik dat ook doen. Bedankt Robin Landegger. Goed bezig. Die GPS die zit er niet bij. Wat is er aan de hand? Moet je de offset of zo aan je te ver staan? Nee. Ik zal hem een beetje offset geven. Misschien helpt dat. Jawel. Ja, ik weet niet. Dat werkt. Ja, maar straks, goed. Straks als ik hem omdraai, is het mis natuurlijk.
Emusuur Hemmen laat bij mij heel lang. Weet jij hoe dat gebeurt? Dat kan door de computer komen. Er moet heel wat geladen worden, meneer Gamer, aan de andere kant. Ga jij nu met de keeper? Straks even. Straks even, jongens. Gaat! Oh, wacht. Nu nog even dus dan hier. 1 euro is echt. Oh nee, dat was allemaal doen. Die zegt http://bit.ly Emusweb en download de Emus Farming app. http://emusapp binnenkort een hele grote app update. Zo, dat ziet er goed uit, Jeroen. En bedankt sowieso, hè. Ik schrik me, de plozerus, ze zegt Jacco Dwarshuis. Hey, koe, weet je, jong. Gouden. Liks was een oude koe die niet staan kan. Ah, daar in de modder. Dat klinkt je naak. Dat is zo'n koe die moet staan van de boer. Hey, Guido. Ja. Hoe is je, jong? Goed, jong. Wat wil ik doen? Ja, hoor. Komt koud er ook alweer aan? Bijna kom maar aan, jongen. Je bent bijna vol, jongen. Ik sta even te wachten, joh. Hoeveel hebben jij je vol dan? Nou, 98,789. Hey, wat? Sterk je nog, hij is vol, joh. Rip moet zo in mijn om gasolie, want de beest heeft zijn tank leeg, joh. Meen je niet, joh? Ja, dat meen ik wel, want anders zijn ik het niet. Hey, wil je even dichterbij komen rijden, joh? Maar al die maïsjes helemaal naar het wielen zijn, joh. Nog dichterbij? Ja, dichter. Doe zit er helemaal niet bij. Doe is die klem. Oh, is dat het? Kijk naar mij! Is het dicht? Is het dicht? Hij is dicht! Gas! Want ik had even first person gereden, joh. Dus ziet die klem niet, joh. Nee, ik heb hem in de raden, joh. Goeiedag, je even. Je wist wel heel goed, maar zeg. Heeft Ko melkziekte? Ja, dat klonk het net wel met jou, hè? Oh, nou zegt Ko niks meer. Daar zit je stil van. Hey, grapje, Ko. Ja, hoor. Hey, muziek moet gaan. Maak er nog een leuke livestream van. Ja, Ridder. Maar een 6:15 weer gewoon net als haast, ja? Dan hoor ik hem weer op, hè? Dat weet ik nog niet, maar... Bij deze. Oh, sorry. En nou is het toch echt te ver. Ja, dat klopt. Ik was in mijn appje aan het typen. Nog niet! Gaat! Nog niet, oma! Oh nee, dat moet ik ook doen. Cobra NL doneert 1 euro en die zegt super gaaf weer, mannen. Dankjewel, Jelle. Dank u wel. Hoi, Giel. Iets gemist, zegt Sis Adriaans. Nee hoor. Oh, trouwens, Cobra NL heeft ook een game channel. Maar wat hij leuk doet is het volgende. Hij checkt andere kanalen. En geeft tips. Dus mensen, is het best wel eens geinig om door eens wat van te bekijken. Nou, heb ik namelijk stiekem ook wel eens door. Ze is er weer te ver af. Ja! Dat kent toch nooit? Ja, verdorie! Ik heb gewoon op 10 staan. Je bent de hele tijd aan het spuiten en aan het doen en alles moet weer echt worden en strand erop. En wat doet het? Niet bij de haksel erin. Wat is dit nou voor zin? Op de zeur nu. Hey Gil! Doe maar haar erin. Ja, ik moet haar erin. Ja. Meer raar zit er nog niet nu. Nee. Hey! Hey Ko, heb je wel je trekkeraanwijs gehaald of zo? Ja. Nou, toch wel. Officieel, motor heb ik, auto. Nou, het lijkt er niet op dat je trekker kan rijden. Oh, nou, dan moeten we toch eens even kijken, joh, want... Hey, Guido Koning, zo ken je niet wel weer, hè? Nou, dat hij er zo ver af gaat. Ik kan alles bijvolgen. Ja, op de stream. Emus, wat maakt het zo leuk om met Ko Schotten te spelen? Even serieus. Ah, wij hebben dezelfde proor, jongens. En dat is het. Nou, mensen... Een vraag.
Lekker stiekem, hè, zegt Cobra nou, ja. Wat maakt het leuk om te kijken naar Epenmuzinkos, ja, met een gewone upload? Wat maakt het leuk? Ik denk, persoonlijk, dat we het leuk doen, sowieso, maar omdat we ook interactie is snijdend. Nee, geloof ik wel. Maar, Koos, zeg, doe daar eens wat van. Ja, wat moet ik daarvoor zeggen, joh, hè? Dom praten, dat vind ik altijd leuk. Ja, ja. De humor is wel redelijk op hetzelfde niveau. Ja. En daar komt er van in. Dus jij, ja, hier. De geoude hoer, de droge humor, zeggen ze in de chat. De humor, jullie doen het gewoon fantastisch. Alles, de humor. Zelfde pro, dom pro. Kijk. Dat is het. Dat is het, hè. Dom lul, gaas, de humor en het gekloot. Ja, we zijn ook wel aan het knoeien, ja. Want ik ben geen... zoals nou in de chat, als ik aan het livestream ben ook, dan gewoon ik geen moeilijke dingen doen, jongens, hè. En de Wolfman vindt het leuk omdat de Wolfman erin voorkomt. Dat is een beetje jammer, hè? Ja. Nou, dat was de laatste clown die ik nog leuk vond. Nee, slakker. Hier de humor, de interactie. Er is geen ander kanaal die altijd met twee man speelt. Nee, dat denk ik ook. Nou, niet, nee, dat denk ik ook niet. Ik ben vol, hoor. Nou, ik draai om, koning. Ja, hoor. Ik ben er hem heel twee telden uit, ja? Alweer? Ja, heel even, moet hem in bel. Die heeft keukenkastjes gegeven aan. Ja. De MB-tracks, zeggen ze. Het verveelt ook nooit om te kijken en de chat wordt nooit vergeten. Nou, dankjewel, Jelle. Dat is zo. Ja. Zeker. Nou, dat vind ik het mooiste van de livestream, jongens. Door stream ik al. Om de chat. Ik wil weten wat jullie... Hoe jullie tegen ons aankijken. Dat vind ik heel belangrijk. Ik kan je wel vertellen. Ik vind het gewoon prachtig mooi hoe je het doet. En de chat hou je mooi bij. En alles is gewoon perfect. Nou, dankjewel. Meer kan ik het niet van zeggen. Nou, super. Kijk, en... Nou ben ik aan het livestream, dus ik doe alles op GPS. En, maar er is wel actie. Maar het gaat mij in de livestreams in eerste instantie om interactie met onze kijkers. En ja, dat vind ik persoonlijk ook het leukste, hoor. Maar opnemen vind ik ook leuk. En filmpjes knippen en plakken vind ik ook leuk. En de liedjes een beetje uitzoeken vind ik ook geinig. Eigenlijk alles. En je kan er heel diep bij zitten, hè? Dat is het mooiste nou. Word helemaal niet moe. Het is alleen maar zitten. Ja, ideaal, jong. Een poor geniale mensen, zegt Lars de Wierik. Nou, fantastisch. Die hebben keukenkastjes gegeven aan. Alleen dat is al geweldig, zegt Jalof Koenen. Dank je, jongen. Het blok ligt nog steeds uit, hè? Is het zo? Zie ik in de chat staan. Oké. Mensen steunen Epenmuus voor verhuizing naar de keuken. Giro Epenmuus. Nou, zo'n drama is het ook weer niet, jongens. Hè? Epenmuus, zegt Rudy Klem. Goeiedag, jong. Ziet er goed uit. Hoi, ik ben nieuw, Mark Games. Jongen, als je nieuw bent en je vindt dit al leuk, druk dan op die abonneerknop en dan vind je vast nog meer leuk. En op de duim. En op de duim, hè. En even op de duim druk. Ik moet even mijn mobiele verversen, want daar kijk ik altijd de stream op. Een beetje op een laag pitje. 258 duimpjes, dames en heren. Kunnen we nog even een piekje halen naar de 300 toe? Dat is wel fantastisch, weet je, jongen. Zullen we straks ook even omruilen, Guido? Ja, hoor. Dat ik even kan kieper in doe. Ik ga, jij mag wel in mijn mind, maar dan ga ik even de shovel in de bult aanreden. Ja, maar dan staat er steeds een hakseloos stil. En dan zit je weer op automaat, ja. Ja, maar dan staat Guido weer stil. Wat dan? Nou, of moeten we met een kibber in? Zo bedoel je? Ja. Ja, 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 er, ja. Er zo? Ik heb hem! Oh. Net op tijd. Waar bist u nu? Zal ik hem met mijn arbeider zetten doen? Zo? Ik ben bij de BGA met shovel doen. En waar is kibber dan? Ook door zo, dat
Oh, bij de Beast. Ja. Ja, ja. Ja. Dat moet ik een beetje tank doen. 14 liter. Wat is de tankstation? Ja, bij ons op een map als het goed is, hè? Ja, op de map, dat hoop ik toch zeker. Maar waar dan? Oh, wat goed, man. Nee, voor mij bij het hek. Ja? Bij het hek stonden die gasolievoortjes, ja. Oh, maar wat heb ik kijk, maar we nou wel inrijden dan. Ja. Oh nee, 119 liter. Oh. Nee, Hij verbruikt zoveel, ja. Ja, ik kijk naar de verbruik en de dote. Hij kan hem wel even. Ik kan hem wel even, maar... Goeiedag, een heer... Goeiedag, een heer Mosselaar. Huh? Maar je hebt ook een tankstation hier bij de boerderij zelf, hè? Maar die moet je zelf vullen, anders heb je niks. En waar kan ik er weg... Oeh! Nou wel zit... op je weg helft blijven, hè? Ja, sorry, ik zat even naar de chat te luren. Jij bent weer niet aan het opletten, Muus. Nee, sorry, ja. Oh, wat een kletsch. Dat was de taille 18 stukken. Maar dat had hij dus gewoon expres gedaan, hè? Wat? Want zo is er wel weer. Wie? Ja, hoor. Ja, doe. Niks! Dat niet hoor. Voor mij wel. Je kan het terugzien, hoor, Kou. Ja, dat lijkt zo, maar als ik op ziet kijk, dan draai ik automatisch een beetje naar links. Michel die zegt misschien grote TV. Oh, Guido heen wachten, hoor. Michel die zegt, mag ik Michel zeggen? Ja. Die zegt misschien een grote TV-actie voor op TV voor Eemuus. Dat is ook een idee. Maar ik ben nog steeds aan het sporen van mijn operatie, Ko, hè? Ja. Klopt, hè? Klopt, hè? En Kober, dat is echt nog een bedankt voor de shout-out. Jongen, geen probleem. Mensen, help Kober ANL naar de 1K subs. Eemus, is er een mod voor de vierwielendrijving? Ja, dat is de drive control. Dat is als je shift 4, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4. Dan zie je onderin, rechts onderin het beeldscherm. Een vierwielendrijving en een differentieel slot aan en uit. Zie je wel? 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6. Nou heb ik vierwielendrijving voor en differentieel slot achter. Ben je onderste, ben je vreemd? Zo, zo, zo. Ja? Dat is de drive control. Staat ook in de beschrijving, dacht ik. Jeroen, raam die drive control er even in de chat. Waar die Jeroen nog niet hadden. Nou, die Jeroen, jongen, die kan niet zullen. Ik moet even mijn plopka bij hem schoonmaken met die spullen. Spullen, cool. Spullen, een beetje. Zie, maar eigenlijk kan ik nou ook gewoon weer een GPS aanzetten. En dan doe ik met de keeper de noord. Oh, die. Die en een drie. Oh, dan doe ik weer verkeer. Zo. Doe maar gas. Drie. En dan die. Drie. Doe nou. Ja. Guido, heb jij ook een kanaal? Ja. Guido Koning, dames en heren. Guido chat is iets. Kunnen ze erop klikken? Ja, ik heb wel een channel, maar daar doe ik eigenlijk niks mee. Je hebt dus een keer iets leuks. Je hebt wel een keer wat geprobeerd. Ja. Daar blijft het ook bij, denk ik. Oké. Okay. Ik wil jou niet storen. Oh nee, maar dat hindert niks, jongen. Degene die mee mag doen, mag spammen om het leven, dames en heren. Oh, binnenkort Vegas tips, Cobra. Ja, kunnen we wel even doen. Maar net zoals afgelopen week, Jelle, dan smoren we in de tiet die we niet hebben. Dutch Farming 1 Music, vind dat je leuke video's, livestreams maakt. Ga zo door. Dankjewel, jongen. Vergeet niet te tanken, Muus, zegt Grietje Mulder. Nee, nog 110 liter. We redden het. Dat hoop ik voor die. Ja. Eemuus, hoe doe je dat venster met het veranderen van de tijd? Dan moet je wel de developer mode aan hebben gezet bij de game XML. Maar dan doe je hier zo. Kun je allerlei dingetjes instellen. Zoals de tijd.
En ook vliegen en screenshot modus en dergelijke. Maar bij de game extension kan dat sowieso, want dan heb je hier de i. Kun je ook allerlei dingen instellen. Maar ga ik nu niet doen, want er staat een maar achter mij van. Komt er nog een bij de bult of wat? Ja, ik kom er zo aan. Rustig, oh, hè? Dat zal dit wel doen. Oh, oké. Okay. Kijk, maar 71% heb ik hem aangereden. Nou. Een heel mooi vlak bultje, al ja, zeg ik het zelf. Ja, ja, ik ben net Wouter. Wouter, die kinderen ook wel. Wouter Rieder. Met Michielsen, hè? Dat, hè? Ja, hij ziet ook zo op, maar hij ziet een vrachtwagen. Ja, maar Rieder, die kijkt nu niet meer mee, want Rieder ligt wel bij. Ja, klopt, daar is zo. Daar is zo. Komt ze nou nog aan of niet? Ik kom er aan, maar nee. Ai. Moest hem op de linkerkant van de silo muur pakken, ja? Ja, rustig, ik ben onderweg. Ik moet straks weer vertellen, maar ik ben nou alweer vergeten. Wanneer is Trek en Trek? Ja. S'morgens of smiddag? De hele dag, Arnold de Vries. Vanaf s'morgens... S'morgens? 9 uur? Tot, ik denk wel een uur of 6. Sorry, ik las even... Ja, moeten wij door de hele dag wezen dan, Ko? Of kan ik gewoon om half... Ja, doe wel, want anders dan hol ik het niet. Ik wil eigenlijk om 9:30 gewoon weer nu. Dat denk ik nooit meer aan doen. Oh, dat dacht ik wel. Ik ben er ook bij, dus dat komt wel goed, hè? Misha, oh ja, ja. Oh, dan doen we Guido, gaat gewoon in de tent staan. Een Noors greetje. Ja. Michel die zegt, Emus wil mijn vrouw Maria de groeten doen. Zeker. Maria, groetjes van je man, Michel. Guido, ik heb een vraagje. Hoe kan ik de kleuren van een mat veranderen? Ja, we gaan nu geen ding uitleggen, jongens, want we hebben helemaal getieven. Toch? Hallo! Ja, Tom. Hallo. Wat moet ik weten, Ko? Silo 2, links? Ja, linkerkant. Is omleeg. En netjes, of niet, Koos Jatten? Ja, mooi beeldje, hè? Ja, keurig. Heb ik hem zelf gedaan, doe. Ik stond gewoon even op regels. Oh, nee, Gami. Ja, hallo. Ik moet even cola drinken, dus ik laat daar even die ding doen. En dan gaan wij even kijken hoe het wordt. Ah, jongens, even cola. Jongens, neem jullie ook cola mee naar Trek niet zeil? Dat is sowieso te weinig. Ja, denk je? denk niet hoor. Ja, denk ik wel. Nee? Geen trekken, zeg maar. Emus, je moet tanken met het trekken. Ja, waar ken daar? Waar ken ik tanken? Voor mij doe het als toe... Toe bij het hek. Toen stonden allemaal voor met olie. Ja, maar die moeten wel eerst gevuld zijn, hè? Denk je dat? Anders doet hij het niet. Is dat echt zo, Guido? Ja. Ja hoor. Was je dat zeker, doe? Moois doet dat al zeker doen. Yes. Moois nee. Als je niet gevuld hebt, doet hij het niet. Hala, moois nee. Ken ik hier niet heen. Bij de supermarkt kan je denken. Bij de supermarkt? Ja. Nou, gewoon door meteen. Daar is het tankstation. Oh ja, gewoon aan de kant van de weg, zo'n tankstation. Ja. Nou, als je de... blijf ik door hem je kan ook zo'n kar met... in de shop kopen en dan kan je brandstof naar de boerderij brengen. Ja. Okay. Oh ja, ja. Bjorn van Dijken zegt, hey Muus, heb ik wat gemist? Ik weet het niet. Hebben we wat nog? Wait nee.
Mike Knight. Jij bent alleen maar aanwezig, hè, Muus. Wat, hè? Ja. Niet leuk, hè? Zal maar even 300 duimpjes rondje doen? Nou, klap hem erin. Ja, maar we hebben nog geen 300 duimpjes. Oh. Nee. Er staat op de kaart wel pompstation. Ja, van mij ook. Maar ik moet die GPS doen. Klopt niet GPS. Ja, bij de supermarkt. Klopt. Klopt, Guido. Je hebt gelijk. Ik neem wel mee, hè. 1 keer Pepsi Max en 1 keer Coca-Cola, zegt Klaas-Jan Kruger. Ja, klopt. Klopt, jongen. Klopt, en pap ook met hem, zeker? Hey, Muus, heb jij er last van als ik mijn microfoon even iets uitzet? Ik heb lief dat je niet praat, maar dat zeg ik niet hardop. Nou, dat vind ik nou weer zo... Hij killde, zeg ik dan niet! En bedankt, hè? Oh, knalhard was die, hè? Tjoh, joh. Killde. Nee, joh, ik hoor je nog steeds goed. Ja, maar ik wil even wat praten met mijn gast die bij mij zit. Met jouw grote vriend, of niet? Ja, hoor. Pompstation, maar... hou door. Dank als ik mijn microfoon uitzet dat je de echo hoort, namelijk. Oh, zo. Tank, doe. Gorgel. Ja hoor, tankstation. Did it? Hij did it. Wij doen even een 300 rondje, maar ik weet niet wat voor rondje, jongens. Och, het is al 305. Leeftijd? Ja, doe maar dat, man. Leeftijd en ja, ik kom op trek, maar dat wil ik zo duwels groot weten wie er allemaal komt, hè. Ja, jij wil weten of je pen genoeg op voorraad hebt, of niet? Ja, ik heb 3. Is genoeg? Met ik zelf. Even mij, even Chris en even Matthijs. Dat was, dacht ik, een beetje het idee. Jouwe. Amy's Farming, maar toch vind ik het wel eens jammer dat je niet andere games doet. En voor de rest ben je het beste niet om kritiek te geven en heel boos op me wordt. Nee, jongen, maar mij niet. Dutch Farming is 14, 12, 12, 14, 15, 16, 13, 18 en nee. 36, 23, 14, 14, 17. Ik kom niet, helaas. 52 voor X. Eski, denk ik. 46, helaas, ik kan niet komen, helaas. 14 en nee, 17 en nee. Oh, dus ik heb patterns uit. 44, 14, 14. 14 en ik kom niet op de trekker, helaas. 15, 16, 14, 21 jaar, 15 jaartjes, 13, 14. Ik kom, zegt Anneke Vogel. 13, 15, 16 voor Jeroen. Cobra NL is vandaag 52. Vandaag? Gefeliciteerd, jongen! Gerry Pekel. Cobra? 33, Gerry Pekel komt sowieso. Sebastian Tjong, 12. 44, ik kom langs. Knal Gaming 21. Xki 15, 26. En ik kan niet, helaas. 16. Ralf Koenen 32. 13, 15, 8 voor Mr. Wolfman. Mm-hmm. Nou, ja. Wolf. Echt niet. Sven Berghout 16. Tumpy 16. Sander van Keulen 13. Jurgen Gaas 16. Dank u wel, zegt de Cobra NL. 12, nee, 29, 13, 16, 17, 52, 28 voor Richard. Hielke maar 12, ik kom waarschijnlijk ook wel even. Moppen tegen John Deere rondje straks. Nee. Nee. Die ken ik. Jongens, John Deere had maar 1 slechte serie. Koop. Ja, dat weet ik niet al. Maar ik vind hem te flauw. Ja, ik ook. Vroeger was hij leuk. Wie is de gast? De heer Guido Koning. Jongens, the one and only, ladies and gentlemen, in the world called Don Diego, there is a star. He's called Guido Koning. Ja, hoor. Klopt, hè? Ja, hoor. Ja, maar zo, boom. Hè, zo. Wij moeten even wat geluidjes inspreken voor de app, Koop. Oh, zeg eens even. Nou dan. Nou, ik wil even wat geluidjes even verzamelen. Dus ik noem een... Of moet we dan even stil wezen misschien? Ja, misschien is dat wel heel verstandig. Nee, ik bedoel even de volumes van de rest. Zo. Zo. Doe ik de geluid ook nog even wat zachter. Dat is heel zacht. Zo. Ko, noem eens een geluidje waar je denkt waarin de app moet komen.
Ja, welke hebben we erin en welke niet? Er staan al zoveel, hè? Ja, de silogewoon, die moet nog hebben. Ja, de silogewoon. Ja? I am Batman. Die staat er wel in, zeker? Nee, nog niet. Nee? Nee. Hoe kan dat dan? Ja, dat is de update, die moet nog komen. Oh. Kijk, Landtrek Farming heeft even een subje gedaan bij de Cobra NL. Helemaal goed. Oké, Woolman, denk eens alleen in deze map dan, of niet? Weet ik niet. Wat nog meer? Ja, zeg het eens. Stampertje? Ja, stampertje. 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 Ik ben Stampertje. Klauwtje. Die kleine Klauwtje. Klauwtje Vrunnike. Die waren bijna vergeten, hè. Klauwtje Vrunnike. Met zijn vieze handjes, hè. Oeh, ik sta vast op mijn bult, jongens. Thank you. Dat is niet goed. Kan ja. Dat is niet goed. Bats! Bats! Ik heb een bult niet even meer gehoord hier, zeg maar. Sorry. Ja, ik sta echt vast, jongens. Dit is nou goud toe. Can I? Nee, ik kom een beetje met de bak ja, in de weer. Maar dat is altijd met die zo. Dan wil ik kom. Oh, ik ben er alweer ook, joh. Ja, maar ik gooi hem met de bakken en weer hem omhoog en naar beneden doe. Waarom is dat ding nog aan het lessen doen? I kill. Heel je nice. Hey koning. Hey koning, ja. Heb jij een T8 als een woning? Koning heeft een T8 als een woning. Dat is toch liedje van Henk Wijngaard. Moet ik dat je hem nou nog verk houden? Ik wil een liedje. Ik vind dat allemaal waardeloze muziek ook nog. Mooie muziek, man, doe. Nou, dan doe ik de geluid weer harder, want dat was zo'n beetje, hè. Bas, we hebben die malle clowns gehad. Nee, dat is genoeg. Ja! Oh, even een lek. Ja. Momentje. Oh, oh, oh! Wat doe je nou? Nee, dat is heel raar. Als ik uit de game alt-tab doe, dan begint die trekker uit de night. Ja, heel dat apart. Doet hij van mij ook. Zo had ik al. Kan niet hoor. De droge worst, die moet er ook in, zegt Jochem. Ja. Oh ja, in de app. Zo, even een slok cola. Dat ik in ook. Oh wacht, ik doe gewoon letterlijk even een slok cola. Ja, dan moet ik zo nog een pak doen. Hey mus, ik ben er effies uit. Ik moet even wat regelen. Oké, ik ben net met cola bezig, ja. Ze kachel uit gewoon. Hey Guido, moet je even uitstaan? Even uitstaan. Ja, dank u. Dat is een ongeschreven regel, mensen. Als je in de multiplayer zit, dan moet je hem uitstaan. Go, Drop dan. Ja, da. Ja, wat. I kill. Ga maar zo bon doen. Ik weet wel. Even muziek, het is me eindelijk gelukt met die tijd. Oké, rond hé. Goed bezig. Ja, die scheve keukenkastjes, die moet ook in de app, Kousjaat. Ja? Ja. De graniertjes. Ja, precies. Goeiedag kerel, er komen de laatste livestream niet bijwezen in verband met familieomstandigheden. Oh, Desnie Boeghold. Oh, goeiedag heen. Oh ja, hey, Desnie, ja, dan... ik heb lezen jongen, staakte. Dan is zo hè. Wij blijven wel. Maar namens het hele Emu's Farming Team, heel veel sterkte jongen. Wij moeten ook eens een keer weer een goeiedag zeggen op Omroep Menterwolde, wat zegt u ervan? Daar ben ik hard om met die hondjes. Is dat wat? Een beetje tussen
op een vrijdag tussen 9 en 11 of zoiets. Zoiets. Even erin beladen. Gewoon even hoe je dat zegt. Wij kunnen wel gewoon een keer eens op vrijdag heen gewoon. Dat kan ook. Dat lijkt me gewoon veel leuker. Dan kan ik mijn allergrootste wens een keer doen. DJ speel. Oh, wat wil ik groot DJ doen en gewoon liedjes draaien. Nee, dat hoeft dan weer niet van mij. Oh, dat wil ik wel. Ja, ik wil ook wel eens wat. Oh, dat lijkt me maken. Dan moet ik op het nu. Oh, sfeer. Ik rie achter die, hoor. Moet die eruit drukken of nooit? Ja, niet normaal, doe. Zal ik hem naar de bio blabben een keer toe om een piep zet? Hoe ver heb je hem vol dan, Live? 62. Oh, ik heb hem op. Ik heb 81 vol. Ja, ik zeg. Ik blaf hem eerst van voor en ja, ik doe hem maar achteraan. Ja, die was goed, ik was bezig. Oh, nou, sorry hoor. Ik moest die bulder maar ram, ja doe. Klaas-Jan Kruger die zegt, ik ga er vandoor even, het was een leuke stream met Co en Guido. En Klaas-Jan, jongen, groen heeft mijn pa doen. Ja, en niet de rat met die wortels erin. Nee, ja, die wortels die stonden nog in de schuur misschien wel. Al is het nog geen oogst hier, ik heb er niet zoveel verstaan van. Pannenkoek, dat doen ze in oktober of zo, pas jongen. Oh, hij wist wat Danny Boek al zegt. Nou. Dat ken ook, en dan is de radio 2 uur lang van jullie. Oh, dat wil ik je doen. Oh, daar heb je wel thuis. Dat nee. Is mij dat niet gewoon. Nee, hoor, ik ga er niet alleen als weer. Dat durf ik niet. Oh. Dat is gek. Oh, dat lijkt me makkelijk. Dat is mij gauw. Ik neem mijn eigen Skype op met, ja? Nee, Spotify bedoel. Neem ze ook nog een cd's met, hè? Van de tuinfluiters en dergelijke. Ja, oh, die heb ik wel. Ik heb gewoon een externe harde schijf met, van 500 gig. Ja, met. Ik denk dat wel 10 gig aan Nederlandstalige muziek bestaat. Echt? En dat crasht niet, sucks? Nee. Wat joh. Oh, dat lijkt me fantastisch, joh. Bo. Maar dat doe je tot 2 uur wel, dan ga ik naar huis, ja? Doe best vol? Ja, ik ben al vol. Hoor. Hey, muziek, heb uw TA gedownload, is dat erg? Nee, joh. Nee, dan niks. Ik moet zelf wat doen. Wat een feest met jullie op de radio, zit Anneke vol. De GamePro Nick, goedenavond jongen. Die zegt. Wat zegt hij? Dan draai ik wel radio mee. Oké. Back to the 90s, ja. Een beetje Too Unlimited en zo. En Two Brothers on the Fourth Floor. Kist door die hits allemaal wel, Ko? Ja. Mag ik mod, zegt er een, Beun Games. Nee jong, ik nodig mensen wel uit om mod te wezen. Ik zie jou hier voor het eerst. Of heb ik dat fout? Super golf geluidje, zegt Brian Engelgeer. Ja, dat is maar leuk. Wat is er nu? Wie? Doe. Ja, ik kom eraan, doe. Nee, ik hoor een vreemde geluid, doe. Oh nee, er was niks met mij, hoor. Oh. Hierzo. De grote verhuizing, zegt Metal Goofy. Ja, ik ga verhuizen van de kamer naar de keuken. Naar de keuken? Ja. Oh, Guido is er ook weer. Guido, stap toe geliet maar even op het theater toe. En dan blaf ik hem weer over naar mijn shoveltje. Ik zit al in de theater al hier. Ik heb hem al even volgen. Rassen. Volgen. Ja, dat zie ik. Volgen. Blah! Blah. Hoi! Wat ben wij met Kanda toch aan maaizaksel doen, ja? Wie ben aan maaizaksel nu zo? De geloor! Verschrikkelijk! Oh, Guido! Mijn vrouw wil niet praten, niet nu! Zeg tuurlijk wel! Tuurlijk wel! Hopla, drie uur alles! Ik riep het hele muur uit de sluis, Guido! Ja, hier, Destiny zegt, gaan we zeker een keer doen en dan gaan we echt
gewoon een 2 uur foute hits draaien uit alle jaren. Ja, ja. En dan gewoon lekker dom klaar. Ik wil gewoon Corrie en de Rekels hebben. Ik wil niks voor... Ja, oh, ken ik dan nog niet aan mijn kommetjes, hè? Dat is schrikkelijk. Ja. En dan beginnen we met... Basirarie. Dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Arie, Arie, Akrobaat! En pas, je is helemaal kattenklaar. Rap met... Arie, Arie! Ha, ha, wat een flauwekul dit. Goed, serieus farmen, jongens. Ja, ik ben de beelden weer aan het rijden. Ja, dat hij achter heb ik kapotte volband. Dat stuurt ja, 100 meter meer. Dan loop ik de nak weg. Hè? Ah, Guido, jong. Geeft niks. Emu zit ook wel eens op kant liggen. Zal ik hem dan in de sloot rijden? Ik heb een goede, ja, rij maar in knol. Ik heb een dagjes goed erin. Ik weer allemaal stank hier, een stinkstoel. Stinkt vol door de microfoon hier. Eigen room. Oh, flauw hoor. Oh. Ja, hallo hier met Radio Menterwolde. Hier clowntje Frunnik. Hallo. Frunnik. Clowntje Frunnik, hè? Met zijn vieze handjes. Gas. Heb een screenshot met Guido Koning aan het Oh! Ja, dat is lekker lag. Ja, let op, ik doe dat. Lekker lag. Sint jou in 3, 2, 1, doe! Ja, dat heb ik door. Oeh, ja, daar heen doe. Guido, die snist me af. Leuk, hè? Nee. Is dat de fans? Ik ga weer veel plezier, allen. En tot de volgende keer. Grietje Mulder, helemaal goed. Tot de volgende keer. En tot op 3 juni, hè? Ik naar u, hè? Dan zie je hem, hè? Dan komt ik al tap u de game. Wat doe je dan? Ja, ga jij dan maar naast, want Waarom doe je dat dan? Ja, ik al tap er even uit, want ik vond dat ik de media player iets te hard had. Oh, is dat het, joh? Dat klopt, hè? Klauwtje voor Nick. Klauwtje voor Nick, hou op met dat gepunnik. Ik hurt helemaal voor me, dat liedje. Ik bedenk hem te plekken, ik zweer het niet. Punica oase. Olé. Maar gaan we daar ook wat moois van maken en dan kopen we er een paar dikke metworsten, een paar flessen cola en natuurlijk, nooit te vergeten, de borrelnootjes, zegt Desnie. Doen we, jongen. Gaan we echt doen. Ja. Bruik maar ik weet zeker, als ik er helemaal zit, dat we helemaal dicht klaar. Niks durf. Komt Desnie zegt, nou, het is nou een Ebus is de, nou aan de beurt. Hoi. Hoi. Ja, dan durf ik niks meer, ik zweer het je. Ah, jongens, schiet het. Nee, echt. Dat heb ik ook met trek straks, hoor. Ik gewoon in een hoekje zitten. Ja. Niks. Ik ga in een hoekje zitten, ja. Oh, wie komt eraan? Ebus. Oh, ik kist hem weer naast. Mag ook. Mooi man. Ik had ook niks bij me, dus Guido die sneed de veur, ik denk nou. Ja, jong. Weet het, daar? Ah, wel. Hij schoot een keer weg. Ah, waarom? Oh ja, is ook zo. Nee, ik bedoel waarom, Guido. Die T8 is veel sterker dan die beest. Ja, dat maakt net. Oh. Ik ben hier de server, ik kan je hem allebei verbannen en u de audio zet. Nou jongen, dan beginnen wij wel met je bij. Nee. Ja, Guido in Kosjaten, dat klinkt dan nergens op. Ik ben niks schild. Klauwtje Frunnik in die vieze handen. Guido en Frunnik. Nee, Koning en Frunnik, dat is net als Kanen en Gunnik. Oh ja. Koning en Frunnik.
Zou maar die norm veranderen? Kou in Canis en Frenik? Ja, leuk. Ja, Suud Hemmen, dat is in de mothooster. Bij hem op dit moment versie 7, dacht ik. Hé, hey, muzet een zonnesteek op lopen, zegt Klaas Hofsteek. Wat denk je, Joost? Ja, dan hij. Dan zeg je dan hij. Alleen maar op het nubies druk, jongens. Hij zit allemaal wel in een gezellige touwstand aan met elkaar. Dat even kijken hoeveel nubies hebben we met elkaar. 326, dames en heren. Dus. Zijn er weer ontstaan, jongens? Oh, Disney Boekholder zegt, waarschijnlijk komen we 3 juni ook langs. Ja, stoer. Ik ga naar onder staan, Mr. Guido Koning. Wat stond onder de douche? Onder de pijp van de Axelar, hè? Onder de pijpen. Vriendelijk. Zo. Tot hoe laat gaan we door, wordt er gevraagd door Bill Bingers. En we gaan nog niet naar huis. Nog langer. Ik ben net zo mooi die bult aan het rijden, hè. Helemaal aan het vlakpunniken, hè. Wat zeg jij? De bult aan het vlakpunniken, hè. Punniken, joh. Ja. Met de juiste bij, hè? Wanneer komen jullie er weer aan, jongens? Guido en onderweg, doe. Oh, die komt achter me aan, doe. Tuurlijk. I kill. Freddy S. die zegt, ik neem nog een pilsje. Dat is een goed idee, jongen. Het is nog weekend, geniet ervan. Trucker Scania zegt, Emus, ik ben bezig met een hakslag te maken voor jou. Een hele mooie. Je weet het, als je iets leuks vindt, stuur even een screenshot. Test hem zelf even goed uit, want ik wil niet spul eigenlijk die niet goed is. Want ik had laatst dus een hakseloor kregen van een. Nou, die kon de maaibord niet tilden en ik zag niks uit de piep komen. Dus houd op, hè. Kan niet, hè. Kan niet gebruiken, hè. Maar. Kan dat niet? Niet goed, hè? Dat is niet goed, hè? Kan niet. Maar ja. Hé, hey, maar dat kan ook wel even een keer midden in een livestream. Dan gaan we gewoon even praten. Neem wij het op en wordt dat gebruikt tijdens de livestream. Oh, tijdens de uitzending. Ja, dat kunnen we ook wel een keer doen. Moeten we even een keer opturen. Ja, maar we hebben een radio met de water hier zo even, zeg maar. Oh, en Emus, dan ga je gewoon net zo dom praten als nu. Nee, die slaat niet weer. Ja, nee, dat kan niet, ja. Ja, dat probeer ik, maar dat komt. Dat is altijd zo. In de loop van de stream, dan kom je lezer en lezer. Ja. Ga je hem voorstellen? Hallo, ik ben Peter. Ze noemen me ook wel eens Emus. Bidi. En dan het eind van de hoop. Klootje vriendin. Ideal. Ja, hey, Muus, wanneer is Track Gamer Boy? Kom op. 3 juni. Of zeg je dat erom dat ik hem nog een keer zeg? Ja, dat is het. 3 juni, aanstaande. Track Nisail. Wie zit me hier in de konten? Ram. Kennen hij?
Er is een aanbij of zo. Er is een vieze clown zit me in de kant te rammen. Nee, dan gewoon blabben op trekken, trek niet zeil, dames en heren. 3 juni aanstaande. En er komen nog meer YouTubers, dames en heren. Ik noem een Ridder on Tour. Ik noem een Blocky Games. Ik noem een NL Trucker. Ik noem een Jack Spider. Ladies and gentlemen. Dat wordt feest. Jawa. Echt waar. En er komt 100 huppelepup trekkers. Er komt een leger tank voor de sleepbog. Ja, ook nog. Ook nog. Coach Jock, staat de vlag? Nou, wie wil dat niet zien? Ik. Ja? Ja. Met je vlaggetje. Oh, ik geef dat een vlaggetje, ja. Dat is een Eemuus vlaggetje. Oh, ik ben Coach Jock. Die minder beboor. Niels Nauta. Check mijn tutorial. Wat je erin kan stoppen, kan je er ook vaak weer uithalen. Jada! Jawa! Jada! Jawa! Jada! Jawa! Gamerboy zegt, ik kan niet komen. Oh, jammer. Nou, dan verzet we het 4 juni aanstaande, dames en heren. Rikker. Je mag ze alle kijkers, mag ze weer... Gamerboy kan niet. 4 juni, trek, Nizael. Op een zondag. Dan zijn we allemaal aan het opruimen. Nee, 3... Dat is een medal. Ja, 3 juni, jongens. Trek, Nizael. Zo, ik heb nog een keer gezegd. Maar dat vierkantje komt ook steeds in beeld, toch? Guido, heb je dat wel eens gezien? In deze stream, je wel, toch? Ja hoor. Ik heb dat vaak genoeg gezien. Kijk hoe ver de bult aanreden is. Gamerboy zegt, kan je mij niet halen? Waar woon je dan? Zie je dat? Hé jong, pannenkoek. Mag ik de lijns? Wat gebeurt er met die kip? Word ik nou, jong. Zit die trek ook luid? Niet doen! Niet doen! Kom, theater. Ga maar nou weg, jongen. We zijn zo serieus bezig. Ja. Beuken maar omver, hoor. Ja, nee. Ja, hoor. Had ze nou over... Jammer. Nee. Dank je, Vrunnik. Even, wanneer komt de haakslaar-opslag uit? Oh, daar hebben we het over uit. De volgende keer met gast Ronald Reepmuus. Dan moet hij eerst zien hard en software bij de Funnelrem, jongens. Kun je op Facebook kijken? Doe ik straks. Ik doe nooit tijdens de stream op het telefoon. Het enige wat ik op het telefoon doe is mijn eigen stream terugkijken naar de duimpjes en zo. Hoeveel duimpjes hebben we, jongens? Ik geef maar beneden. Oh! Ik denk dat ik een brug aan. Ah, Gil. Nou, hey, Guido, jij zei vanavond, hè? De beste chauffeur. Maar Zeepmuus niet, hoor. Maar die maakt ook wel nee, fout. Nee, dat zie ik. Dikke beunhozen. Zelfde beste, jongen. Oh, de wol is vol, hè? Hé, hey, yep. Wist je, hè? De wol vol? Volle wol? Ja. Volle wol. Oh, dan gaan we dat nog even voortbrengen, doe. Ja. Oh, ik stap zo in de truck, jongens, ja? Hé, hey, je gaat eerst die hoeveel ben met die mais? Is dat de worst, hoor? Ja, jongen, ik zit hier maar wat te kieber in. Er is niks aan. Ja, en we moeten die mais er maar blijven. Ik in die bult dicht. Wist je hoeveel hectorisch? Door nog licht. Nee, dat wordt... Dat wordt wel 11:30, doe. Nee. Ja. Ik wil even met Sconia. Ik wil even naar die wol toe en even dat even voorbrengen. Oh ja, ga ook even bij de bierbrouwerij en kijk doen. Ja, dat was het idee namelijk. Oh. Even een rondje. Even een rondje, nou. Een rondje van de zaak. Zal ik deze bult afdekken, heren? Ja, doe maar. Kunnen we even metaaien? Ja, dan kunnen we zo hem naar bult, want ik heb die alle bult heb ik ook al helemaal leeg gemaakt, hoor. Ja. Ga ik deze bult even opstaan, want dan mag Guido straks gelijk de eerste sleutelsilo inrijden. Ja. Jongens, ik heb hem nou... Ja? Doe maar. Ja, ik heb nou 100% aanrijden, dus dat gaat haal dan mooi. Ja.
Ja, dan blijf hem maar dicht. Moet hij nou helpen met plastic uit de rol? Ja, ze wil een rekening hebben, dus ik... Als een harde wendby komt, dan ben we de Sjaak. Even kijken, wat moeten we hebben? Square bales? Nee. Round bales. HD paletten doe. En die game einschalten. En game maar zien of die wol eraf springt. Ja, dat springt. Dom broer, hè? Er steamt geen nou. Huppakee, huppakee, huppakee. Hoe moet er in? Andere weet knopjes. Ik veel. Moet je hem kijken? Nou, niet naar de zagenwerk. Even kijken, naar de Maplefield Mill? Nee, de spinnerie of zoiets. Hoe moet er heen, jongens? Volgens mij wel. Een spinnerie, dacht ik. Ja, maar waar zit die? Oh, door! Ja, ik wil hem! Sesam! Wat is first person? Oh, die. Even kijken, spinnerie. Ik geef er 7,5 ton voor per ton. Ja, dit is wel geld, hè, dit. Eerste sleutelsielen pakken, Guido, hoor. Deze niet. Deze niet! Oh, ik kill hem zo hard, kan ik naar de achteruit. Hij komt de volgas aanblam, die jongen. Ja, al volgas. Hé, hij kan zo in vervolg weer mee doen, deze muus. Ja? Ja, hij past precies bij ons, die jongen. Ja, ik ken ook niks. Stoomstumpen, net als die. Waar kan je die trailer downloaden? Bij de modhub, dacht ik. Oh, dan moet je de beelden omhoog, maar altijd wel. Dat lukt nooit. Even zo doe je de spiegel aan. De spiegel aan is niks anders als je grafische instellingen hoog zetten. Als je die op laag of medium hebt voor laptops of wat dan ook die het niet kunnen, dan zal je de grafische wat naar beneden moeten doen. Maar als je het grafisch goed kan doen, dan kan die omhoog en dan zie je de spiegels. Ja, oké. Okay. Jawel. 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 Jeehoe. Zo, dat waren mijn beste dukes of te doen. Ja. Ik riep de spinnerie voorbij. Dat ging te mooi. Wauw, oh, wat best op een hampel toe, hè? Ja, dat ben die noordeel van Ko. Altijd dat genegatief. Ja, nee, als ik dat fout doe, dan krijg ik de boot erop. Michael! Op een negatief gesproken. Ja! Hey, ga je ook zo over naar de shovel? Nee, ik ga niet naar de shovel. Dat is Ko's idee. Wat is de grote verhuizing? Ik ga verhuizen. Ja, van de kamer naar de keuken. Spinnery! Hier bij de zim. Hoe moet ik weten, jongens? Show me. Ja, daar aan de achterkant van het gebouw, als het goed is. Boah. Tussen die oh, huizen. Een beetje meer door in, denk ik. De tussendeur, denk ik. Oh. Hier een garentje met wol. Dat ben ik toch dicht bij de werkelijkheid, dames en heren. Je moet meer naar rechts toe nog. Hier zo. Ja. Een load center. Een load. Nou, een X. Een load. Dag. Ja, hoor. Ik blijf hier mooi op staan. Wat is de grote verhuizing? Nou, dat heb ik net verteld. Hoi, maatje, zegt Thomas is trucker. Hallo. Hallo. Verdul, hé, muus. Weer het hele chassis van de Scania naar de klo. Ja, sorry. Wat zegt Brian Engel, hè? Hé, muus, ik doe ondertussen ook even 17 en riem met... Die TT8 van oe. Wat bist u een lekker ding? Die T8 hier riet lekker. Ja. Hoor je ook van dikke gehaakbal? Oh, en trouwens. Mas nooit zo negatief dan op de radio, zegt Disney Boegel. sowieso een gehaakbaldje met een beetje mustard is helemaal goed.
Waarom wonen jij en Co niet samen? Dat gaat niet lukken, jongens. Te veel strijd. Ja, dat waarom niet, hè? Nee. En dat galmt zo waar we aan het streamen ben. Moet ik hier wel langs, maar ik heb geen idee waar we aan moeten. Nou, eigenlijk niet, maar... Dit wel. Dus wel? Ja. Ja. Dan moet ik hier rechts. En dan tweede weg links. Rechts, links. Rechts. Ja. Oh, zo. Oer de Bregen. Oh, de spoorbrug, ja. Oh, ik moet naar de melkfabriek, of niet? Nee, waar moet ik eerst heen? Bierbrouwerij, zou je toch? Bierbrouwerij, ja. Oh, gooi, ik riep alweer naar huis, ja. Ja, doe best niet die wend, want Oes is altijd in de cola. Ja, klopt. Gaat! Wacht even, jongens. Hoi, hoi, hoi. Oh nee, dat was ook nog. Daarom gaat hij er altijd. We krijgen een donatie van de heer Ralf Koenen van 8 euro. En die zegt, nieuwe internetkabel trekken kost in Grun 250 euro. Nou, vooruit dan maar, zegt hij. Dankjewel. Ja, maar ik ga ook planken timmen en winkelhokken en schroefplukken, alles erop en eraan. Mijn idee was bij hem een nieuwe keukentafel van steigerhout. Heel mooi, maar die komt nog. En daar wil ik het bureau ook van maken. Ja, joh. Ja! Ja, hoor. Maar niet van dat roeger steigerhout, want dan wil de muus niet. Dat is niks, hè? Nee, hè? Zit alleen op treinen? Voorbom me naar beneden. Oh, dat heb ik nog. Oh ja, Wolfman, balletje met pindasaus. Dat is nog lekker. Wat doe je, Co? Jouw, balletje mayo, joh. Oh, mayo? Mayo vind ik lekker, hé. Oh, ik vind mijn pinda ook wel heel goed te versmaren, Co. Mooi even zo'n Co en gast. Tot hoe laat gaan jullie door? Ah, zeg maar. 10 minuutjes, kwartiertje, half uurtje. Ja, 10 minuutjes, joh. Weet ik het. Ik moet gaan naar Muske, maar ga zo door, zegt de Dutch Farming. The Dutch Farming. From the Netherlands. Because he's Dutch. Toch, Co. Jouwe. Dat wil ik maar even zeggen. We hebben een audio break. Audio break. Ik heb bier op mijn wagen geladen. Goed bezig, hoeveel had je? 5 kra. Er waren net 6, maar er is 1 uur gewoon. Heel roer. Ja, die is eruit van, zeker. Nee, die heb ik eerst opgezocht. Ben ik voor de reden. Kan niet, hè? Kan niet, hè? Kun je geen veranda bouwen met een schuurtje erbij? Kun je daar mooi in gaan zitten? Dan heeft Greet ook geen last van. Is een optie. Oh, er is geen brood. Er is geen broodje. Er is geen brood. Er had een reden. Er is iets niet. Er is geen brood, dames en heren. Even kijken. Geen wheat flour pallet. Dan breng ik even die paletten vanaf de meelfabriek hier in mee. Co, zegt van. Ja, een schoutje. Jouwe. Hey, Co, Guido. Joran de Koe, hey mannen, slaap lekker voor straks. Ik ga even door en was weer een leuke afsluiting van het weekend. Dankjewel, Joran. Tot de volgende keer, jongen. Zijn je aanstekers al leeg? Oh, Guido, jongen. Maar nou. Ai,
Hij beukt me zo aan de kant, hè, joh. Ja, ik had even een lekker iedereen zitten. Kijk op. Ja, iets. Joh. Dat is een mooie smoes. Natuurlijk. Ik zal het ervoor leggen, heb je meer werk? Ja, ik ben hier al wat voor de bul aan het weghalen. Kenny, hè? Ik wil even wat voorlezen. Desnie die zegt van, we gaan zeker in doen. De radio maken en natuurlijk met een hapje erbij. Ik ga slopen en ik heb nog een zware week te gaan. Desnie, tot de volgende keer. We spreken zeg maar af. Maar het zal niet. We moeten even. Eerst trekken. Ik wil er eerst. Juist, ik wil eerst trekken achter de rug en bikom. Dat duurt ook 3 maanden. Dus dat wordt augustus, september, oktober, november. Ja, eind november of zo. En het is mooi lekker koud weer. Ezel, snij. Hoi, Gil. Ei. Nee, eerst X. Dan ei. Ja, wat? Wanneer komt er een vent in Don Diego? Oh, die komt wel een keer. Waar zijn ze toch ook? Oh, Guido, die staat naast me erin. Dan hoor ik hele tijd koosja, koosja, koosja. Snullolletje. Robert de Vries zei, moet ik een paar deltjes brengen? Breng maar een paar deltjes. Ja, nooit verkeerd doen. Een paar deltjes speciaal en wel lekker doen. Ja hoor. Ja hoor. Pro gamer. Die zegt, Emu's aan de top. Niemand kan er tegenop. Wat lees ik daar graag voor, jongens. Bedankt. Jo, en dan gewoon eerst hem lekker down en dan neem ik Karl aan en dan spreken we alleen maar even een stelletje clowns in de circus stand. Nou, helemaal goed. Ja, dat heb ik. Even serieus, Desny. Liep me fantastisch. Echt fantastisch. Even spiet me anders, maar ik moet gaan. Ik wens jullie het beste. Tot de volgende keer en even yes. Yo, de mazzel. Robin Otting, goeiedag hem. Alsjeblieft, Emu, zegt de pro-gamer. Hey, pro-gamer, ben jij een pro-gamer? Ben je niet, hè? Ach, hey, Richard Slor uit Mooi Waak 21, die zegt... Hey, Emu, groet naar Wippie Wappie en Tonnes Jager uit Noordbroek. Wippie Wappie. Wat is Wippie Wappie, hè? Dan zie je niet zien in de chat. Nee, klopt. Kom maar zo, ik weet het niet. Is niet leuk. Van Wippie Wappie. Nee, dat hoort nou zo. Ik kan tegenkomen, jongen. Ho, ho. Nooit best. Ik kreeg even naar de mailfabriek. Wat? De mailfabriek? Wat is dat steeds? Ja, ik wil even een pallet vol mails op. Oh, doe mij maar een palletje met mails. Mijn beste tire heb er aan te houden. Hoi, Kiel. Nee, niet om stampetje. Kan niet, hè? Klantje vriendelijk met je stampetje, met je tire hè? Kan niet. Dit is niet best, hè? Ik mis hier ook nog een soort. Bij de mailfabriek. Mis ik soort. Ik moet even kijken. Ik mis bij de mail tarwesoort. Gerst en Maïs is er nog wel een beetje. Ik moet tarwesoortje hebben bij de mailfabriek. Oké. Okay. Ja, het is 18 plus. Dat hebben we nog wel even in lager, ja? Ja, dat is zeker. Dit moest even naar de. Ik ben het allemaal kwijt. Bakkerij, ja. Zo, so, in first person ging ik bij de rit. Ja, heb jij dat ook op die show verloopt? Geweldig. Ja, first person is mooi. Het kan wel, hè. Hoe heet die mod die je achter de Scania hebt? Dat is gewoon de Vliegel Autoloader. En die pakt alles.
Gewoon perfect. Dat is niet zeggen. Jij mij ook en dan moet ik me doen met z'n allen. Dan maken we er wat moois van. Dan gewoon het hele programma opnemen. En die stuur ik nooit. Touw. Ik is altijd zeggen, ik heb radio gemaakt. Fantastisch. Blauwe meneer. Dutch Farming. Wat gebeurt er? Vol gas achter u. ik blaaf hem erachterin. Wat vies het. Hé jongen, die silagewerk zit op mijn snoet. Moet je kijken. Oh, de hele ding is tot los. Die hele azo onder die kronen voor. Ja, hij is er weer op. Ralf Koenen, groetjes jongen. Ik heb mijn belletje bij jou aanstaan, dus als je weer gek doet, dan zie ik het, hè. Dutch Farming. Jij hoort te luisteren naar je moeder. Wist je wat ik zeg? Nee. Ik blijf mooi scheiden aan mijn ouders. Kan niet, hè? Nou. Dat kan niet. Nee. Wij zijn een grote voorbeeld, jongens. Kan niet. Kan niet, hoor, hè? Hey! Guido, nou maar zo'n bot nu. Ik zal je een enkeltje kanool brengen. Enkeltje kanool. Het is helemaal goed dat hij blijft rijden, maar gewoon op kan doen. Yo! Yes! Oh! Jammer! De jacht is te sterk. Zal ik even gas geven? Wacht eens even, broer. Kijk wat er gebeurt. Hij killed. Ja, dat is niet goed, hè? Ik ben uit de vol. Waar ben je? Oh, ik ken er niet in. Waar is die jong? Oh! Ja, man! De beest. Oh! Ik zei, ja, het is toch wel sterk, toe. Ja, wel. Ja, nou ben ik net bij de actie en dan is het geweld over. Ook niet bad. Vol op de aakslag, Guido, kom. Nee. Zo! Nou, dan is het precies nu tijd om te stappen. Ja! Kom eens op! Ja! Kan dan hij? Hij kill! Joh, wat bies! Het is niet zo sterk als die twee jaar. Hij riet ook gewoon deur, hè? Guido, die rijdt op 2 miljoen. Doe die bek omhoog, Emu. Ja, dat probeer ik. Park hem, man. Ken dat til? Nee, ik heb dat kind nog geen beweging gekregen. Ik zweer het. Is er ook volken last, man? Hele perceel muis naar de bliksem. We zullen het niet overstaan met jij. Ik. Emu, ze telt niet mooi. Je hebt mij recht op. Doe. Zo, nou. Nee, ik liet er niet omhoog, Guido. Jammer. Nee, gaat niet leuk. Nou, zullen we even een screenshot doen? Ja, wat hebben we het meeste doen? Dat is hier, dit een beetje bij me komen. De haksel in de midden en dan de beide trekkers er even naast, ja? Ja, dan wil je hem, ja? Nou, ik zet hem hier en meer. Zet jij hem dan maar in naast, zo. Nou, ik ga links staan, Guido. Denk erom, niet meer om ver doen. Jongens in de chat. Ja, Esther weer. Ja hoor. Hey Guido, ik ken je nu ook nog verbanden. Dat was niet leuk meer. Nee. Nee, flauwkul. Kom even bij de hakslos hoor. Maak me even een screenshot. Ja hoor. Zo. Zoiets heet muus. Ik moet even de screenshot modus aan. Zo. Dan ben je schuin. Zo. Zo. Ja, dit is wel mooi. Ja. Nou, eigenlijk wil ik Guido zijn naam er nog wel even bij. Ik moet even die screenshot modus uit. Zo. Zoiets heet muuske. Ja, zoiets. F1 even weg. Zo. Screenshot in 3. BAT! Hij moest me wel even aankijken, Ko. Sorry, ik keek hem ook stoer. Ik keek een beetje stoer zo niet, hè. Kukkel op die neus. Nou, helemaal goed, jongen. Yes! Oh, wacht even! Yes!
Oh nee, dat was Rommel nog. De heer Robin Landegger die doneert 5 euro. En die zegt, dat was weer een prachtig mooie stream, mannen. Dankjewel, jongen. Fantastisch. Maar het is toch een moment dat we gaan stoppen, jongens. We doen nog even geweldig dit, zegt Pieter Geneudelijk. Tot de volgende ronde, zegt Cobra NL. Dennis, ik heb weer gelachen, heren. Tot de volgende. Dankjewel. Gerry Pekel, mooi. Het was weer mooi. Goeiedag. Dankjewel. Bats op de voorkant, zegt Stem. Sam Kieft. Dutch Farming, bedankt, Demus. Bedankt, Demus. Ik blijf altijd bij jou. Ja, woord. Helemaal goed. Ja, dankjewel. Je telefoon de keer. Ja, als mij, jongen, de warm nooit meer. Bart Zeller. Hij zei, je zei, moest ook aanwezig bij de auto kunnen ze wensen hem zeggen. Oh, ik zal... Nee, Daan, dus die papa die zei tegen mij, dat je nog even op trek en trek naar je ziel kwam. Zei die pa daar? Ja, dat zei die pa. Dat heb ik vrijdag op met proort nog. Vrijdagmiddag. Hebben die ook al scheve keukenkastjes? Ja. Mooi, nooit. Jammer. Oh, maar mooi, nooit. Nou, jongens. Jongens, en, wacht even. En Wichter. Jongens en Wichter. Appels en clowns. Ik spring over naar de eindchat. Jongens, het was fantastisch gezellig. Dankjewel. Schout, jong. Schout. Ik spring naar de eindchat en dan zeg ik even... Iedereen bedankt voor het kijken en voor het liken. En tot de volgende keer. En ook de donaties van Robin, Ralf, Cobra, Jeroen, Robin, NL Trucker, Frits, Jack Spider, Frankie Rollers en The Wolfman. Dankjewel. Guido Koning, dankjewel voor jouw aanwezigheid. Guido, bedankt jongen. Voor het omleggen van... Ja. Go-tja. Want je was aanwezig en meer zat er ook niet in, hè? Dat is jammer. Nee, dat is duidelijk. Ja. Enigste maar was echt mooi. Ja, dankjewel. Hey. Dankjewel, Guido, dat jij er ook van hebt genoten. Zo zie ik ook maar. Het enigste was dat hij een vrek goede trekker heeft. Ja? Ja, zo ik is wist, het wel. Nou doen we weer. Dat is zeker. Ja, hij had even op een beest erin, begreep ik. Of niet? En bedankt, jongen. Was een rennen voor je leven. Op die mooie ticket T8, gewoon. Nee, helemaal goed, jongens. Ik sluit de stream in een paar tellen. Dankjewel. Tot de volgende keer. Groetjes!